heropende vergadering van de parlementaire enquêtecommissie VIRA. Heet iedereen van harte welkom. Ook iedereen die dit verhoor volgt vanuit een andere plek dan deze zaal. En ik vraag de griffier de getuigen binnen te leiden. Welkom, meneer Meerstad. Dank u wel. U wordt vandaag gehoord als getuige. En als getuige bent u verplicht de waarheid te spreken. En daarom zal ik u beëdigen voordat we met het verhoor beginnen. Dan vraag ik u om met de eed te bevestigen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult spreken. Wilt u met mij gaan staan? De twee voorste vingers van uw rechterhand gesloten op te steken en mij na te zeggen... Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Dank u wel. Neemt u plaats. Zet u uw stoel weer comfortabel. Dank u. Meneer Meerstad. U was vanaf oktober 2001 ongeveer 12 jaar lid van de NS-directie. Toen op 1 januari 2002 de Raad van Commissarissen en een deel van de NS-directie opstapte, bleef u aan. U was nog niet zo lang in dienst. En in januari 2009 werd u de nieuwe president-directeur van de NS. Als opvolger van Veenman, met wie wij eerder hebben gesproken. In dit verhoor heeft de commissie een aantal vragen voor u. Het zijn vragen over de financiële positie van HSA, High Speed Alliance, het speciale bedrijf wat was ingericht om uiteindelijk het vervoer over de HSL Zuid, de rails naar het zuiden, tot stand te brengen, de hoge snelheidslijn. Op verschillende momenten was die financiële positie problematisch. Daar komen we over te spreken. Wij verhoren u ook over de oplossingen die waren bereikt, bedacht, voorgenomen... tussen ook de NS en de staat en de verhoudingen tussen de NS en de staat zullen aan de orde komen vanmiddag. Ook zullen wij spreken over de verhoudingen tussen NS en Ansaldo Breda, die uiteindelijk de trein is gaan bouwen voor de NS. Het zijn belangrijke contactpartijen, de staat, de treinenbouwer, en daarom zullen wij daarover met u spreken. We hebben ook vragen over de start met de VIRA in december 2012... en de stopzetting een maand daarna. Allereerst over de financiële positie geef ik het woord aan de heer Van Gerven. Meneer Meerstad, vlak na de ondertekening van de concessieovereenkomst eind 2001... wisselt de NS-directie en de Raad van Commissarissen. En de nieuwe directie moest aan de slag met de concessieovereenkomst. Waar u ook deel van uitmaakte. Acht u het begin 2002 reëel de jaarlijkse concessievergoeding, de jaarlijkse concessiebetaling terug te verdienen? Uiterst moeilijk en uiterst ingewikkeld was mijn taxatie. Zal ik u iets van de context schetsen waarin ik aantrad, want dan kan ik u aangeven waardoor ik tot die conclusie was gekomen. Ja, gaat ervan. Het was eigenlijk een tijdsgewicht waarin NS het heel moeilijk had. Er was het rondje rond de kerk geweest, arbeidsonrust, er was de internetbubbel, die was geëxplodeerd. Dus ook economisch zat het tegen. En 9-11 was geweest. Meerdere bedrijfsonderdelen van NS maakten verlies. En er was grote druk op het bedrijf, omdat het te weinig materieel was. En dus uiteindelijk ook heel veel druk op de directie van NS, waar ik dus in het staartje van 2001 binnenkwam. Vooral om het niet halen van de punctualiteit. Daardoor ook een getroubleerde verhouding met het ministerie van Verkeer en Waterstaat. En in die context was ook nog een bod gedaan, een zeer ambitieus bod, voor het rijden op de HSL Zuid samen met KLM.
En in die situatie, die trof ik aan. En ik heb ook nog het staartje van de beraadslagingen meegemaakt in het laatste stuk van 2001 over het bod. Dat toen al door onze mensen als zeer hoog werd gezien. Ja, u zegt een zeer hoog bod. Was het een reëel bod? Was het uitvoerbaar? Ik had niet de gegevens om dat te toetsen, maar ik heb wel altijd begrepen dat het tot het uiterste gestretched was. Ja, dus dat begon u, want het was uw directe verantwoordelijkheid. Hè? Als in die directie viel de HSA onder uw directe verantwoordelijkheid. Nee, ik deed de afstemming als er bijvoorbeeld samengewerkt moest worden met NS Reizigers voor de kaartverkoop. Dus ik was verantwoordelijk voor de hele inkomsten van NS breedte, dus het reizigersbedrijf. De reis van de klant van deur tot deur, stations, vastgoed, internationaal. En de aansluiting met die bedrijfsonderdelen voor HSA. De aandeelhoudersrol en de rol om financiële goedkeuringen te doen, lagen bij mijn collega de financieel directeur en de president-directeur. Oké, maar laten we zeggen, de financiële kant was de heer Negerbrugge. Maar goed, wie was de meest verantwoordelijk in de directie? Dat was u toch, neem ik aan. Het was echt gedeeld. Ik gaf leiding aan de stuurgroep HSA om die afstemming met de andere bedrijfsonderdelen te doen. U was voorzitter van de stuurgroep HSA? Ja. Oké. In eerdere verhoren is al aan de orde gekomen dat ten tijde van het bod, in het bod ook de strategische waarde, zeg maar, die de HSL-concessie in zich droeg, voor NS bij de hoogte van het bod is opgeteld. En dat is een betaling die moet HSA dan doen voor iets wat voor het NS-concern als geheel van belang was en waarbij voor HSA geen directe inkomsten tegenover stonden. Hoe waren die financiële consequenties hiervan verdeeld, zeg maar, tussen HSA en NS? Zoals u het omschrijft, herken ik het eigenlijk niet. Er was geen verdeling van risico's. Er was een bod gedaan door het consortium NS-KLM, wat uitermate gestretched had. Ik denk dat dat genoegzaam duidelijk is geweest. Dat is gewoon gezegd door meneer Timmer en door anderen, dat dat ook de strategie was. Ja. Er zijn geen afspraken gemaakt over hoe dat gehandeld moest worden. Dat moest gewoon uiteindelijk terugverdiend worden door de opbrengsten die HSA uiteindelijk zou genereren. Dus de strategische waarde die moest opgebracht worden door HSA? Ja, vanzelfsprekend, want het vehikel dat de staat had gevraagd in zijn tender was HSA. Dus alle zaken die de staat deed, omdat de staat had gekozen om het openbaar aan te besteden, heeft gestreefd naar maximalisatie van de biedingen, dat is ook gebeurd, heeft een hoog bod van het consortium NS en KLM gekregen. Er was een tweede ronde voorzien om voor de reizigers kwaliteit te gaan leveren. Ik wil even gewoon heel to the point. U geeft aan dat HSA moest, zeg maar, die concessievergoeding die uiteindelijk is afgetikt op 148 miljoen opbrengen. Waar dus ook een strategische waarde in verdisconteerd zat. Hey, ik heb dat bod niet gedaan. Hè? Dus als u aan mij vraagt. Maar het antwoord is ja. Er is maar één partij die contractspartij is. En dat is HSA. Dat heb ik al aan het begin gezegd. Ja. En nou is de vraag dus hoe die strategische waarde van circa 28 miljoen per jaar door HSA kon worden terugverdiend. Ja, wat is uw vraag precies? Hoe kan die strategische waarde door HSA worden terugverdiend? De vraag lijkt me opportun om te stellen aan de mensen die het bod hebben gedaan. Maar waar ik mee moest dealen is dat er een bieding was gedaan, uiteindelijk teruggebracht naar 148 miljoen. Die tweede fase voor kwaliteit voor de reiziger en een lagere prijskaartje wat er eventueel aan zou kunnen hangen is door de staat niet ingevoerd. Die was wel voorzien in de bieding. Dus daar was bij ons al heel veel zorg over. En uiteindelijk is het gewoon HSA, de bieding, het special purpose vehicle wat gevraagd was in de biedingsdocumenten, die dat op moest brengen. Maar dat is duidelijk, HSA moest dat dus opbrengen. Maar lag het niet in de reden dat toch het NS-concern als geheel, zeg maar, als het ware garant zou staan voor die strategische waarde, voor dat deel in het concessiebod? Nee, volstrekt niet. Zo was het ook niet gevraagd door de staat. Je kon maar één bod doen. Dus. Nee, maar dat is duidelijk. Maar mijn punt is dat NS doet dat bod. En is verantwoordelijk voor de startpositie van HSA.
NS heeft in het bod een strategische waarde verwerkt waar eigenlijk geen business case achter zit. Dat is gewoon strategisch. Dat is van belang voor het hele concern. Maar dan zou je toch kunnen concluderen van het is redelijk dat niet HSA dat voor zijn rekening neemt, maar dat het concern als geheel, als het ware, HSA op dit vlak steunt. Ik denk dat er sprake is van een misverstand. Want het is niet zo dat je een bieding doet en dan zegt strategische waarde. Het is zo dat je het hele samenspel van vragen die door de staat is gesteld, zo is dat gegaan, ik was daar niet bij, dat je dat beoordeelt en dan kijkt voor hoeveel kunnen we treinen kopen, voor hoeveel reizigers zullen er gebruik van maken. Dus er is geen strategisch deel van de waarde, er is gewoon een business case, oorspronkelijk van over de 170 miljoen, ja, maar uiteindelijk terug naar 180 miljoen. En dat is wat het is. Nee, laten we. U heeft de verhoren gevolgd. Ik heb een fulltime baan, dus ik heb geprobeerd om zoveel mogelijk van te volgen. Ik heb het interview met Noel Dupken nagekeken. En ik heb het interview met mijn voorganger, dus de hoofdlijnen van gezien en een stukje van mevrouw Pijs. En voor de rest moet ik het uit de media. Kijk, ik zal even. Ik heb de behoefte om even in te grijpen. Het zijn verhoren. Wij stellen vragen aan u en ik wil u erop wijzen dat u onze vragen kernachtig moet beantwoorden. Ja, met genoegen, graag. Wat is uw vraag? Nee, want ik ben nog niet klaar. Ik heb aangegeven dat het verhoren zijn en ik merk u zegt misverstand en u praat, u vertelt wat u wil vertellen, maar wij willen graag een antwoord op de vraag. Dus de heer Van Gerven gaat de vraag nog een keer stellen en die was: hoe gaat HSA de strategische waarde terugverdienen? En de heer Van Gerven krijgt daar nu van u een antwoord op. Ik kan die vraag niet beantwoorden. Er was geen strategische waarde terug te verdienen. Kijk, het is duidelijk dat in het bod een strategische waarde is verdisconteerd van rond de 28 miljoen. Dat blijkt uit de stukken, blijkt uit de verhoren. En de vraag is of het dan niet reëel is dat niet HSA die 28 miljoen structureel ophoest, maar dat het concern dat in zijn geheel NS dat voor zijn rekening neemt. Dat is niet aan de orde geweest. Dat is niet aan de orde geweest. Nee. Was het een opdracht van de NS-directie aan HSA om die tariefrestrictie doorgevoerd te krijgen? Nee. U heeft daar laten we zeggen, de heer Dupken of HSA gevraagd, zorg dat die tariefrestrictie alsnog er doorheen komt. Alsnog wordt gerealiseerd. Het was een wens van HSA die wij ook heel verstandig vonden om op te volgen. Omdat het recht deed aan de belangen van reizigers. De treinkaartjes zouden er goedkoper door worden. En het ook recht deed aan de financiële situatie die heel lastig was van HSA. Ja, maar heeft u tegen de heer Dupken gezegd, probeer dat terug te onderhandelen? Die tariefrestrictie. Nee, dat was zijn eigen initiatief en dat hebben wij ondersteund. Want de heer Dupken die heeft ook verklaard dat hij u benaderd heeft om extra financiële middelen ter beschikking te stellen. We hadden het er zo even over. En hij verklaarde dat NS wel compassie had, maar geen centen. Dus wel compassie voor HSA, maar geen centen. En toch nog, waarom heeft NS HSA niet financieel meer ondersteund? NS heeft HSA zeer aanzienlijk ondersteund, namelijk door het startkapitaal te leveren. Er is een garantie van 240 miljoen afgegeven en die is uiteindelijk ook ingevuld. En we hebben daarnaast ook nog investeringen gedaan in faciliteiten voor het materieel. Dus er zijn heel veel tientallen miljoenen, optellend naar honderden miljoenen, geïnvesteerd. Maar hoe verklaart u dan de uitspraak van de heer Dupken, wel compassie, geen centen? Dat moeten we aan hem vragen. Ik heb daar geen verklaring voor. Ik vraag het aan hem. Ik heb er geen verklaring voor. Ik heb het ook niet gezegd. U begrijpt het niet. Ik snap dat als je staat voor het runnen van zo'n onderneming, dat alles helpt. En wij hebben ook geholpen, conform de afspraken die er waren in het contract. Het was de staat, wil ik nog even in herinnering brengen, die vroeg om een speciaal bedrijf dat speciaal voor dit doel werd opgericht. Dus dat is ook zoals wij het behandeld hebben. Maar ik even vragen dan. Stel dat speciale bedrijf er niet geweest was. En was dat een totaal andere situatie geweest. En dat bod had er ook gelegen.
Nee, dan hadden we het veel verstandiger gedaan. Dan waren we niet door een hele openbare aanbesteding geweest. Dan waren we gewoon in de normale verhoudingen met elkaar doorgegaan. Nee, even de had NS gewoon... uitgaande van een aanbesteding die is geweest. En dat er ook, laten we zeggen, 100 dat bod was gedaan. En er was geen aparte HSA geweest, maar gewoon NS als geheel. Wat was er dan? Wat had u dan gedaan? Ja, dat is een vraag, dat is een theoretische vraag. Dat weet ik, daar stond ik niet voor. Dat kan ik u ook niet vragen, vertellen. Had het dan niet in de reden gelegen dat NS dan wel, laten we zeggen, de hele business case op haar klep had genomen? Als NS de volledige verantwoording had gedragen, dat was in dit geval niet zo, want KLM was ook nog aandeelhouder, dan had KLM of had NS dat ook moeten dragen, natuurlijk. Zeker. Oké. Okay. We hebben het in de verhoren van de heer Dupken en Veenman ook al gehad over het niet overleggen van de business case aan de staat. En heeft de NS-directie ooit opdracht gegeven om, laten we zeggen, om die informatie waar het verkeer en water staat om vroeg, om die onverkort beschikbaar te stellen? Ja, want in de gesprekken met Verkeer en Waterstaat is ons op een gegeven moment gezegd, wij willen gewoon een business case hebben. En ik herken dat er aarzeling was bij HSA om die te geven. En toen heeft de NS-directie in een kwartaalgesprek met Verkeer en Waterstaat gezegd, als er om die informatie wordt gevraagd, dan gaan wij die geven. Dat is de volledige business case. Precies hetzelfde, zoals die ook in de uitvraag in het bod was gesteld. Dat zijn 18 blaadjes, helemaal vol met maar financiële ook, data. Maar ook alle achterliggende aannames. Dus niet alleen wat in het bod zat, maar ook alle achterliggende aannames op basis waarvan men tot dat bod is gekomen. Daar waren spelregels over afgesproken. Wij gaven exact hetzelfde als wat in het bod was gevraagd. Dat had de staat immers zelf gespecificeerd. En er was ook in de afspraken, in het contract voorzien, dat als er verdere vragen waren, dat we dat zouden kunnen verstrekken. Dat ging dan met name over bedrijfsvertrouwelijke informatie. Dat we dat zouden kunnen verstrekken via de tussenkomst van een derde. Ja, en heeft u de opdracht gegeven om dan onverkort alle gegevens ter beschikking te stellen? Dus ook de achterliggende aannames? Nee, wij hebben ons precies gehouden aan het contract. Dus u heeft zoals het was niet, voorzien. Dus u heeft niet onverkort alle achterliggende gegevens verstrekt? Volgens mij heeft u dat ook eerder gevraagd en het antwoord daarop is telkens geweest. We hebben gegeven wat er... Het antwoord is dus nee? Nee, het antwoord is nee. Ja, klopt. En heeft NS ooit opdracht gegeven, dus de NS-directie, aan HSA, waar bij Verkeer en Waterstaat om bepaalde informatie vroeg, om juist niet bepaalde gegevens beschikbaar te stellen? Nee. Dat is nooit gebeurd? Nee, niet in mijn herinnering. Niet dat u... Nee. En nu zijn er verschillende interne memo's hè, van HSA, waarin staat dat dus niet de integrale business case van Verkeer en Waterstaat gegeven kan worden, omdat dan Verkeer en Waterstaat de strategische waarde van het bod zou kunnen afleiden daaruit en de rekentrucjes die gebruikt zijn zichtbaar worden. Is dat de reden nou dat Verkeer en Waterstaat de business case niet mocht inzien? Nee, totaal niet, want er was juist toegang voor Verkeer en Waterstaat tot alle informatie, als zij dat wilden. De bulk gewoon via die spreadsheets die ik heb aangegeven, al die cijfers, alle verbindingen van A naar B, precies met hoeveel reizigers. En als ze meer wilden hebben, wat in het bedrijfsvertrouwelijke domein lag, dan was daar toegang toe. Die toegang is niet gevraagd. U zegt, als Verkeer en Waterstaat meer had gevraagd, hadden ze meer gekregen. Vanzelfsprekend. Dat is uw stuk. Ja. En nou blijkt dat HSA en NS zich baseren erop dat de informatie van die business case, zegt u, dat is bedrijfsvertrouwelijk. Dus dat kan ik niet zomaar geven. Dat is wellicht waar, maar kwam dat misschien ook toch handig uit? Ik had het zojuist al over bepaalde rekentrucs die gehanteerd zijn bij het vaststellen of bij het bod. Ja, ik heb u in het verhoor met mijn collega, de directeur van HSA, heb ik dat gehoord dat dat document zou bestaan. Ik ken dat document niet, het is ook niet aan mij geschreven en ik sta er ook niet achter. Ik citeer u uit een strategisch stuk, zeg maar, van of een interne memo van HSA. En daar staat het volgende. Verkeer en Waterstaat wil onze integrale business case. Ik begrijp dat dat niet kan, omdat er allerlei rekentrucjes zijn uitgehaald
ten opzichte van de base case, dus van de basis van het basisbod. Waardoor verkeer en waterstaat de strategische waarde in ons bod zou kunnen afleiden. Ik ken dat document niet. U was daar niet van op de hoogte? Nee. En u heeft, want u was voorzitter van de stuurgroep. Ja, maar volgens mij heeft u in het voor, dus ik heb dat gevolgd, dat heb ik goed bekeken. Volgens mij heeft u aan de heer Dupke aangegeven dat het een memo was van zijn ondergeschikte aan hem. Ik ken dat stuk niet. Nee, maar u zegt, ik ken het stuk niet, ik heb nooit daar opdracht toe gegeven. Nee. En als verkeer en waterstaat bij mij was gekomen en dat hadden we gevraagd, dan hadden ze alle stukken, ook alle achterliggende aannames, zo kunnen krijgen. Verkeer en waterstaat is regelmatig bij mij gekomen. En ik heb zelf ook actief het contact gezocht, omdat er een groot probleem lag, eigenlijk al zichtbaar vanaf het begin. En wij hebben telkens de informatie die zij vroegen gegeven, tot op het moment dat het meer werd dan origineel in het contract was afgesproken. Daar waren ook heel heldere spelregels over afgesproken. Dan zouden zij via een derde daar inzage terug. En u heeft mij die vraag ook gesteld in het vorige gesprek wat ik met u had. Toen heb ik u veel schriftelijke informatie gestuurd, waarin staat dat er, waar ook op schrift, want dat wist ik toen niet zeker, maar inmiddels zijn er drie stukken waarin ook staat, op schrift, dat wij dat aan ze hebben aangegeven. Ze hebben er gewoon geen gebruik van gemaakt. Maar hoe kan het dan dat, laten we zeggen, verkeer en waterstaat niet tevreden is over de stukken die ze aangeleerd krijgen? Het gebrek aan informatie, ook via dat derde kanaal van een onafhankelijke derde, via consultants of een adviesbureau. Hoe kan het dan dat verkeer en waterstaat dat zegt? Dat weet ik niet, moeten we aan hen vragen. U vindt het onbegrijpelijk? Ja. En ik heb ook regelmatig aan de orde gehad, ik heb zelf ook veel in gesprekken voorgesteld, laten we het nou zo doen, daar hebben we goede ervaringen mee. Er was op eerdere stukken ook gaan. Er waren onderhandelingen geweest over het eerste contract van HSA met de staat over het rijden van het hoofdrailnet. Daar heeft OC&C als derde partij gefungeerd om bedrijfsvertrouwelijke informatie toegankelijk te maken. En ook later in de tijd, ook parallel met het proces, is dat model succesvol toegepast. En ook hier trouwens, in uw eigen wet op de parlementaire enquête staat gewoon bedrijfsvertrouwelijke gegevens, als je ze niet wilt delen, hoef je ze niet te delen. Zelfs hier wordt het voorzien. Maar daar is gewoon een handig proces voor. Maar u zegt, er zijn wel bepaalde regels in het kader van bedrijfsvertrouwelijkheid, maar alles wat de staat vroeg, daar hebben ze de mogelijkheid toe gehad om dat van mij te krijgen. Ja. En u heeft vanochtend ook van mevrouw Pijs gehoord dat ze ook eigenlijk helemaal niet zo daarin geïnteresseerd was. Ze heeft letterlijk gezegd, al waren die stukken er, al waren die gegevens er, er reed nog helemaal niks. We hebben gewoon McKinsey gevraagd om mee te rekenen. Zeker, maar ook McKinsey zei, luister eens, wij kunnen maar beperkt oordeel vormen omdat wij niet de informatie krijgen die we echt nodig hebben om een volledig oordeel te vormen. McKinsey was niet een partij die wij gezamenlijk als derde hadden aangewezen. Er was bij ons bereidwilligheid om met McKinsey mee te denken. Ik heb er zelf 6 jaar gewerkt en ik weet precies hoe dat proces gaat. Er zijn analyses die gemaakt moeten worden. Zij hadden een benadering gedaan van onze business case die eigenlijk behoorlijk klopte. En dat hebben wij ook bevestigd. Dat ze waren grote zorgen, dat heeft McKinsey ook aangegeven. Ja, maar McKinsey geeft in ieder geval ook aan in hun analyse van 2004... We hadden beperkte toegang zeg maar, tot de gegevens die we nodig hadden om echt tot een goed finaal oordeel te komen. Dat klopt ook, want de staat heeft er niet om gevraagd. Dat klopt en u zegt, de staat had erom moeten vragen en dan hadden we dat geleverd. Ja. Nou is ook een stelling dat NS bepaalde informatie niet geeft, omdat dan duidelijk zou worden dat dat helpen niet kon, maar dat eigenlijk alleen een faillissement eraan zat te komen. Dat eigenlijk van meet af aan dan duidelijk zou worden. Ja, dat herken ik niet. U kent de cijfers van McKinsey? Nee, want dat rapport is niet met ons gedeeld, maar ze hebben daar wel analyses met ons gedeeld en ze zaten orde grootte goed. En dat hebben wij ook bevestigd. Ja. En die orde grootte, zat die, in welke orde grootte zat dat? Ik denk, daar ben ik eigenlijk over gevraagd, maar volgens mij honderden miljoenen. Maar kunt u ook een percentage noemen van de reizigersaantallen? Nee, dat staat me niet uit mijn hoofd bij. Ja. Wij kunnen constateren, want heeft u dat onderzoek, kent u dat helemaal niet, de uitkomst daarvan? Nee, was dat is niet bekend met ons gedeeld. Is niet gedeeld met NS. Nee, er was geen bereidheid om dat met ons te delen. Dat had Verkeer en Waterstaat had zelf die adviseur ingehuurd om op eigen doft vergelijkingen te kunnen maken. Kijk, uit dat onderzoek blijkt,
eigenlijk dat het een zwaar verliesgevende business case is. Ja, dat herken ik. En dat herkent u in ieder geval wel. Ik herken dat is wat zij toen constateren. Ik herken ook dat is wat ik ook de hele tijd heb gezegd. Nou, als dat dan naar buiten zou komen. Eigenlijk is de enige conclusie, dit stevend af op een faillissement vroeg of laat. Dat zou toch dodelijk zijn voor NS als dat naar buiten zou komen? Nee. Daar is gewoon in de concessie is er voorzien in een wat je gaat doen als er een dreigend faillissement is. En sterker nog, dat was ook aan de orde. Wij konden dat op dat moment ook overzien toen McKinsey rekende. We wisten dat ergens het geld op zou raken. Maar er was toen geen bereidheid om daarop te acteren. En u heeft het steeds over de route via een derde. Dat u dat heeft aangeboden. Maar waarom stond NS er nou op dat dat door een derde zou moeten gebeuren en niet door, laten we zeggen, Verkeer en Waterstaat of de concessieverlener zelf? Daar stond NS niet op. Dat was gewoon de afspraken, de spelregels in het contract. Nee, maar Verkeer en Waterstaat wilde inzage in de gegevens. Verkeer en Waterstaat heeft telkens als ze vroegen om iets, bijvoorbeeld zeiden ze op een gegeven moment, we willen de business case hebben en we willen hem hebben zoals ook in het format van de bieding. En toen is hij geleverd. Daar was eerst wat aarzeling voor bij de diverse partijen, is toch gebeurd. Maar er is niet, laten we zeggen, een concessieverlener wilde zelf inzage in de cijfers. En u heeft zojuist gezegd, als u cijfers wil, dan moet dat via een onafhankelijke derde. En we kunnen constateren dat die dat moesten doen op basis van beperkte informatie. Nee, alle informatie was toegankelijk. Het stuk dat bedrijfsvertrouwelijk was toegankelijk via een derde partij. En dat staat ook in de zelf door de staat gedefinieerde spelregels voor het contract. En we hebben ook gehoord vanochtend dat er ook geen interesse was om verder te gaan. Dat is wat u oordeelt. Dat is wat mevrouw Peijs letterlijk heeft gezegd. Ik heb het net voorgelezen. Verkeer en Waterstaat heeft herhaaldelijk laten weten dat ze meer informatie wil. Heeft u dat nooit gemerkt? Jazeker. En daar zijn we ook telkens op ingegaan. Dus het begon met dat... Maar hoe kan het dan dat twee mensen... De een vraagt iets en de ander zegt... Natuurlijk wil ik dat doen. En dat uiteindelijk de vragen niet krijgt wat hij wil horen. Dat moet de vrager beantwoorden. Want de vrager had toegang tot alles... Als hij de route van een derde had volgens. Zoals ik ook schriftelijk bewijs heb geleverd... Dat we dat regelmatig hebben aangeboden. Vindt u het niet raar, hè? Want dit lijkt, het gaat allemaal heen en weer, dat NS, die voor 100% eigenaar is van de staat, of eigendom van de staat, dat NS niet gewoon openheid van zaken geeft als de staat vraagt om financiële inzichten. Wij hebben openheid van zaken gegeven. En waarom is de staat dan ontevreden? Dat moet u aan hen vragen. U heeft het vanochtend gehoord. Dus u treft geen blaam. Op dit vlak? Er was gewoon een heel heldere formulering over hoe dat moest. Namelijk via een derde partij. Kunt u bevestigen dat de oorspronkelijke business case, met die onderliggende aannames, die later zoek zou zijn geraakt, of zoek is geraakt, dat die heeft bestaan? Dat weet ik niet, want ik was er niet bij toen die bieding werd gedaan. En dat was op dat moment ook geen vraag. Wat ik denk, zoals het is gegaan, is dat er geboden is... en dat was de 172, 178 miljoen, dat wil ik even afwezen uit mijn hoofd. Daar lag precies het format onder wat de staat had gevraagd. Dat zijn die 18 blaadjes, Lotus of Excel, met allemaal verbindingen erop... Die informatie die lag daaronder. Maar dat is niet uiteindelijk waarop gecontracteerd is. Want uiteindelijk is er gecontracteerd op 148 miljoen. Bij mijn weten is die hele exercitie van al die cijfertjes niet meer gemaakt op de 148 miljoen. Zo is het mij altijd verteld. En toen de staat op een gegeven moment vroeg, hoe zit het nu precies? Geef ons de business case. Toen hebben wij als directie gezegd, wij gaan die business case geven en we maken hem weer precies zoals oorspronkelijk op die cijfertjes. En die informatie is ook in uw bezit en die is ook overhandigd. Ik geloof ergens begin 2004. Begin 2004 is de volledige oorspronkelijke business case
gebaseerd op die 178 miljoen, wat uiteindelijk in de tweede onderhandelingsronde naar 148 miljoen is teruggebracht, is toen overlegd. Volgens mij is het format dat is gebruikt... Nee, het format, maar het gaat niet alleen om het format, het gaat niet alleen over die 18 pagina's, maar ook om de achterliggende berekeningen. Hoe dat je tot die bedragen komt. Niet die van, want er was er alleen maar eentje van de groter dan 170 miljoen. Naar ik me heb laten vertellen. En wat daar is gegeven is de toenmalige situatie met exact dezelfde gegevens. Maar hoe verklaart u dan het memo, wat ik zojuist heb geciteerd, waarin wordt gezegd, luister, we kunnen niet de oorspronkelijke business case geven, want dan worden de rekentrucjes zichtbaar. Ik ken dat memo niet, het is ook niet aan mij geschreven, dus ik kan het ook niet verklaren. Maar is dat gebeurd? Dat weet ik dus niet. Nou, sterker nog, ik weet wel dat er, terwijl ik de gesprekken voerde in de hele periode, ik nooit misverstand heb laten bestaan dat er een groot probleem was voor HSA, want dat was het probleem dat ik erfde, wat we moesten proberen op te lossen. En dat ik heel bezorgd was over de kwaliteit voor de reizigers, omdat die tweede fase nooit was geweest in de bieding. Zeker, dat punt heeft u gemaakt. Maar is nou die oorspronkelijke business case, is die nou kwijtgemaakt of kwijtgeraakt? Ik heb geen enkel idee. Toen in 2010 er behoefte kwam om terug te gaan naar de oorspronkelijke business case, want dat is voor het eerst dat er om de oorspronkelijke business case werd gevraagd om een vergelijking te kunnen maken met wat er allemaal veranderd was in de loop van de tijd. En toen is de oorspronkelijke bieding die is gedaan in termen van cijfers logischerwijze gewoon beschikbaar geweest. Die heeft de staat ook. Alleen de onderliggende data van daar waren stukken op dat moment, maar dan spreken we dus 2010, waren stukken van de onderliggende data niet te vinden. Ja, zeker. Dat kunnen we constateren. Evenals het feit dat in 2010 zaken boven tafel komen. Ik kijk even naar de heer Elias of die nog vervolgvragen heeft. Ja, wat is over die discussie over over die strategische waarde en het eventueel spreken over problemen. Ik snap iets gewoon niet en ja, we zitten er toch voor om dingen te snappen, dus dan vraag ik er maar gewoon naar. Ja. U heeft gezegd, ik kende een bepaald memo niet waarin werd geschreven aan de baas van HSA, de heer Dupken, dat er allerlei rekentrucjes zouden zijn uitgehaald en dat Verkeer en Waterstaat dat niet mocht zien. Niettemin gebeurde dat indirect ook onder uw verantwoordelijkheid, toch? Want de heer Dupken die rapporteerde aan u. Nee, de heer Dupken rapporteerde aan zijn aandeelhouders en die aandeelhoudersvergadering zat ik niet voor. Maar u zat toch wel in de stuurgroep HSA? Jazeker. En die kwam op 16 september 2002 bijeen. U zegt het, dus het zal zeker zo zijn. Dat is in dit geval zeker waar. En weet u nog of u daarbij aanwezig was? Ik denk dat ik het merendeel van die bijeenkomsten heb meegewerkt. Ik weet niet deze specifiek. Ja. Daar was dus een strategiestuk aan de orde. Ik heb het dus niet over dat memo waarin het woord rekentrucjes valt. Dat toch ook al vrij interessant is. Maar in die stuurgroep van 16 september, waar u vrijwel zeker aanwezig was, is ook gesproken, naar aanleiding van een notitie, voor die stuurgroep, waarin u dus zat. En daarin is sprake van de lucht moet uit het bot worden gehaald. Hè? Dus dat is de discussie die we nu al een paar keer hier gehad hebben, die ik niet zal herhalen. De winstgevendheid moet sterk worden verhoogd. Dat was het belangrijke. Dat was een doel, dat stond als 1. En 2... de maatschappelijke haalbaarheid moeten we verhogen. En dan stond er daarna over die twee dingen. Argument 1 mogen we uiteraard nooit melden. Stond gewoon in dat memo voor de vergadering waar u aan deelnam. Ja. Nou, daarvan hebben we gezegd dat ik er misschien aanwezig was. Ik heb het betreffende stuk gevraagd bij NS, want ik kon het niet goed plaatsen. Als u goed kijkt op dat stuk, staat daar niets doen, formele brief, concreet voorstel. En dat is ook precies wat Noel Dupken heeft gedaan daarna. Die heeft geschreven aan de Vaste Kamercommissie. En ik wil ook iedere twijfel wegnemen dat ik op dit pad ben ingestapt. We hebben, dat staat er ook duidelijk onder, iets anders met elkaar afgesproken. En dat heeft volgens mij de directeur van HSA hier ook gezegd. Hij heeft een brief aan de Vaste Kamercommissie geschreven.
Bij mijn weten is afwachten iets anders dan iets tegenhouden. U zegt het. Maar dat zie ik toch juist? Ik heb gezegd, ik heb niet op deze suggesties geacteerd. Sterker nog, ik heb transparant aan de directeur-generaal en aan de directeurspoor telkens aangegeven, we hebben een probleem, een groot probleem. Zij wisten het en wij wisten het. Er zijn twee componenten, want dit ging over de tariefrestrictie. Dat is goed voor reizigers, omdat de treinkaartjes goedkoper worden. En het helpt ook in de financiën. Ja. U stelde net op vragen van de collega van Gerven over strategische notities waarin werd gesproken over de manier waarop dan dat bod aantrekkelijker moest worden gemaakt. Of liever gezegd die concessieovereenkomst. Ik kende die memo's niet. Uit uw laatste antwoord blijkt dat u die memo's er speciaal nog bijgehaald heeft. Nee, want meneer Van Gerven had het over trucjes en ja. Die memo's ken ik niet. Deze herkende ik ook niet en ik heb aan NS gevraagd, wilt u mij aangeven wat er precies bedoeld wordt? En deze heb ik bekeken en daarop zeg ik u hoe ik geacteerd heb. Maar is het toch niet minst genomen merkwaardig dat notities worden geschreven, ook al zouden die dan niet zijn opgevolgd of in ieder geval afgewacht wat er ging gebeuren, waarin eigenlijk wordt gezegd, dit zijn de trucs waarmee wij de overheid om de tuin kunnen leiden om aan een beter bod te komen, om de lucht uit het bod te halen. Ja, wat vindt u daarvan? Maar ik zit hier om verantwoording af te leggen over mijn handelen. En ik heb dat niet zo opgepakt. Sterker nog, ik heb juist heel veel moeite gedaan en overigens ook heel vaak succesvol om met Verkeer en Waterstaat in gesprek te komen over dit vraagstuk en te doen wat verstandig was voor reizigers en ook voor de continuïteit van Haas. Maar u zegt dus, dit memo is in die bijeenkomst niet aan de orde geweest? Ik weet het niet, want ik weet niet zeker of ik erbij was, maar ik heb gewoon gevraagd, wat is het aan NS, en die heeft mij dit verstrekt. Maar als de reactie was afwachten, dan lijkt dat te duiden op besluitvorming en dus op het feit dat dit besproken is. Ja, maar u vroeg me, was ik erbij? Ik weet dat niet precies. Ik heb gewoon gekeken, wat was het stuk? Kunt u mij dat leveren? Want ik was onderdeel van de stuurgroep HSA. En dit is wat ik heb gezien. En ik heb ook gezien wat daar met de hand onderschreven stond. En dat is ook precies wat de heer Dupke heeft gedaan. Die heeft uiteindelijk een brief geschreven met een voorstel aan de Vaste Kamercommissie. Dan is er nog een memo, dat zult u dan ook niet kennen. Dat is van 27 juni 2003. En daar gaat het ook over deze hele materie. En hoe de overeenkomst prettiger kan worden voor de NS. En daar wordt ook het lemma genoemd algemeen, om dus de zorgen te verlichten, onder het mom van tariefrestrictie. Dat is een stuk aan de heer Dupken. Onder het mom van tariefrestrictie. Heb ik dat geschreven? Nee, dat heeft u niet geschreven, nee. Maar ik vraag u. Er is dus in ieder geval over die tariefrestrictie en het uit het bot halen van de lucht veel meer dan over de maatschappelijke acceptatie, namelijk van het is zo zielig voor die reiziger dat die kaartjes zo duur worden, wel degelijk ook besluitvorming heeft daarover plaatsgevonden en is men daarmee bezig geweest. Ja, onder mijn verantwoordelijkheid niet. Waar ik zelf richting aan heb gegeven is juist telkens transparant aan de aandeelhouder aangegeven dat er een groot financieel vraagstuk was en wij waren ook zeer beducht over wat dit voor de reiziger betekende. Een van die dingen uit dat strategisch memo is ook dat er in de richting van de Tweede Kamer vooral het CDA beïnvloeding zou moeten worden. Dat de Tweede Kamer moest worden beïnvloed, vooral het CDA, over de maatschappelijke onwenselijkheid van hoge tarieven. Dat is gebeurd. Dus dat deel van dit memo is wel in ieder geval uitgevoerd. Dus we mogen toch aannemen dat de rest ook gebeurd is. Dat kan ik niet bevestigen. Ik herken heel erg dat er grote bezorgdheid was bij ons over de enorme hoogte van de prijskaartjes. Omdat de staat de opbrengst voor het contract wilde maximaliseren, moesten er hoge prijskaartjes voor de reizigers worden gevraagd. Zo is ook de hele business case opgebouwd. En wij hadden daar grote zorgen over. Ik zat met die erfenis en het was naar mijn mening ook niet fair voor reizigers en ook overigens heel onvoorspelbaar hoe reizigers zouden reageren als ze 60% hogere tarieven moesten gaan betalen voor dit product. U heeft een aantal verhoren gevolgd, begrijp ik. U heeft ook het verhoor met de heer Veenman gevolgd? Nee, ik was gisteren en eergisteren in het buitenland voor mijn werk, maar ik heb wel geprobeerd de hoofdpunten op te pakken. U heeft daarin wel gehoord dat de heer Veenman erkent dat er weinig informatie is gegeven, men niet erg scheutig is met informatie en dat het dus een strategie was. Heeft u dat ook
teruggeluisterd of teruggehoord? Nee, maar ik heb het ook niet zo ervaren. Nee. Zoals ik het heb ervaren is dat er op een gegeven moment... er werd telkens gezegd door de staat dat zij meer informatie wilden. Door de directeur Spoor is letterlijk tegen mij gezegd... wij gaan pas bewegen als het echt moet. Dus wat je ook gaf, en dat heeft mevrouw Peijs vanochtend feitelijk bevestigd... er was geen wezenlijke interesse in. Want op dat moment zou je ook wat hebben moeten doen. En daar was op dat moment geen bereidheid voor. Maar de heer Veenman zei letterlijk dat, dat jullie niet erg scheutig waren met informatie, maar dat bevestigt u dus. Alleen, het werd niet gevraagd op de wijze waarop u dat wilde horen, begrijp ik. Nee, zoals het gewoon de spelregels waren, zoals het afgesproken was in het contract. Oké. We gaan door. Meneer Meerstad, ik heb een aantal vragen over het bestellen van treinen. U was voorzitter van de stuurgroep HSA, daar hield u zich ook mee bezig. Hoe keek u begin 2002 aan tegen de relatief korte tijd die er nog was om treinen te bestellen en te kopen en te laten maken? U heeft net gehoord wat mijn portefeuille was en in principe was het bestellen van treinen eigenlijk helemaal gedaan met behulp van andere onderdelen van het bedrijf. En daar heb ik de facto heel weinig mee te maken gehad. Waar ik mij telkens van heb vergewist, via de directeur van HSA, is dat de planning die er was voorzien haalbaar was. Maar goed, u heeft het dus wel over die planning, want het is belangrijk om die treinen te hebben, zodat u kan gaan rijden en die concessievergoeding kan gaan betalen. Maar heeft u zich zorgen gemaakt over die planning? Wat waren toen de gedachten in 2002? Volgens mij heeft HSA altijd gevonden dat het een sportieve... moeilijk te halen planning was. Daarom was sportief ook is een eufemisme, wat is het echte woord? Nee, dat is echt wat ik bedoel. Dus haalbaar, maar je moet goed doorwerken. Goed doorwerken, dus dan is het van belang dat dus er geen vertraging optreedt bij het aanbesteden en vervolgens inderdaad ook het bouwen van die treinen. Wil je die sportieve planning halen? Ja, dat is de indruk die ik heb gekregen van de directeur. Oké. Okay. En eind 2003 lagen er voor het materieel aanbiedingen, dat hebben we gisteren gehoord, twee aanbiedingen van Alstom en Ansaldo Breda. Kunt u ons schetsen hoe die twee aanbiedingen zich tot elkaar verhouden als het gaat om prijs, ontwerp, levertijd? Hè? Dat was ook voor u belangrijk. Dat is niet gedeeld in de stuurgroep HSA. Wat in de stuurgroep HSA is gedeeld is een samenvattend sheetje met daarop de bieding van Alstom en de twee biedingen van Ansaldo Breda met plusjes, minnetjes en rondjes. En daarin... ik denk dat dat op begin december is geweest. En daarin kwam duidelijk naar voren dat de bieding van Ansaldo Breda te prefereren was. Dus pas begin december heeft u als voorzitter van de stuurgroep informatie gekregen over welke twee bouwers nog over waren en hoe die biedingen zich verhielden. Dat was pas begin december. En... het enige wat u zich daarvan kan herinneren is dat Ansaldo Breda daar beter uitkwam. Of kunt u zich nog meer herinneren over bijvoorbeeld het ontwerp? Ja, ik herinner me van dat gesprek dat er een voorkeur bestond voor de aanbieding die Ansaldo Breda had gedaan. Zowel voor het 230 km per uur product als voor het 250 km per uur product. En uiteindelijk hebben we besloten... om allerlei redenen, maar onder andere omdat het een veel betrouwbare trein zou zijn, omdat die twee motoren had en daardoor redundant was, ook als er een probleem was met één motor, door kon rijden. En omdat die beter aan de vereisten van de concessie voldeed. Hoewel die duurder was, is uiteindelijk die besteld. Hij was duurder, maar hij kon harder en redundant. En wat vond u van het ontwerp? Er was geloof ik één plaatje bij. Wat vond u van dat plaatje? Het zag er goed uit. Het was eigenlijk een hele rare trein, want vanwege de nieuwe botsspecificaties heb je zo'n hele grote, lange, soort eendeneus nodig. Dus ik schrok wel even toen ik de eerste keer dat plaatje zag, maar voor de rest zag het er goed uit. U vond het wel mooi, of juist niet? Ik vond het er een beetje gek uit, want ik had nog nooit een trein gezien die aan die nieuwe specificaties moest voldoen. En ik vond het een beetje een soort eendenbek, als het ware. Maar ik vond het verder een goed design. Dus pas in december kreeg de stuurgroep HSA die twee biedingen te zien. En op basis van de technische specificaties was uiteindelijk toen de voorkeur al voor Ansaldo Breda.
begin december. Ja, zo is het aan ons gepresenteerd. En er zijn best door de directeur van HSA voortgangsrapportages gegeven aan ons. Maar dat was meer mondeling. Ja. Het enige stuk, want u vroeg de vergelijking van die verschillende partijen. Dit is het stuk dat ik me herinner dat ik heb gezien. En als het gaat om de planning, wat weet u nog wat beide aanbieders boden? Als het gaat om de sportieve planning? Nee, ik weet niet meer of daar een plusje of een minnetje of een rondje stond bij, bij beide partijen. Maar die informatie is beschikbaar en als u hem wil zien, heeft mijn assistent hem ook bij zich. Maar goed, het was dus van belang voor u als voorzitter stuurgroep HSA en ook behoeder van de concessie dat die treinen op tijd zouden komen. Die stuurgroep dus heeft in 2003 een strategie bepaald die voorziet in maximale druk op het ministerie van Verkeer en Waterstaat. En dat drukmiddel was opschorten van de materieelbestelling, de treinen dus, totdat het ministerie met HSA in gesprek gaat over een aantal openstaande risico's. En dat gaat bijvoorbeeld over de Belgische spoorwegen, de hogere materieelkosten en afnemende reizigersaantallen. Klopt dat? Ja, dat klopt. En dat is volgens mij ook prudent beheer van alle betrokkenen. Omdat als je een bestelling aangaat, heb je de grootste hoeveelheid van de bulk van je geld uiteindelijk besteed. Dus voordat je dat doet, moet je heel goed weten wat je doet. En op dat moment wisten we nog heel veel dingen niet. Er waren allerlei open einden die al in de contractonderhandelingen niet geregeld waren. Er was geen vaste afspraak met de Belgen, er waren geen vaste afspraken met de Fransen. Er waren allerlei problemen met ERTMS. Dus er waren grote vraagstukken. En conform het adagium van de directeur Spoor, wij bewegen pas als het moet, was het ook echt nodig om van de staat commitment te krijgen op een aantal openstaande dossiers. Dus u zegt, ondanks dat het in het grootste belang was dat die treinen op tijd zouden komen, gebruikt u toch de trein als drukmiddel, de materieelbestelling, om in gesprek te gaan over een aantal openstaande risico's. Dat is wat u zegt. Dat was ook in het belang van de staat, omdat je, als je zo'n grote bestelling doet, in principe is het natuurlijk heel gek, hè? Want de staat was aandeelhouder van ons en was concessieverlener aan ons. Dus het was ook in hun belang dat voordat de hoeveelheid treinen definitief werd vastgelegd, dat zij daarvan wisten en dat zij zelf ook bijdroegen aan risicoreductie. Dat was ook het beste in hun belang. Maar veel van die risico's zijn eigenlijk typische ondernemersrisico's. Hè? Dus de verantwoordelijkheid lag bij u. Die lager geraamde reizigersopbrengsten, hoger geraamde materieelkosten, die losse eindjes. Hoe je het ook went of keert, HSA heeft de verantwoordelijkheid om die concessie te betalen, die treinen laten rijden. Hoe kan de strategie er nou op uitdraaien van HSA, dat ze dus die materieelbestelling, dus eigenlijk jullie core business, treinen, gebruiken om een aantal andere zaken te regelen? Wat u in uw opsomming zei, namelijk de cijfers van de reizigersgroei en de kosten van het materieel, zijn logischerwijze ondernemersrisico. Die losse eindjes, wat u had, dat was niet ondernemersrisico. Dat was vraagstukken waar de staat een rol te spelen had. En wij wilden ook dat de staat daar voortgang in maakte. Maar dan nog is het toch vreemd dat de core business van de NS en ook HSA is dus treinen laten rijden, dat je dat die kern gebruikt om in gesprek te gaan met de concessieverlener. Volgens de taxatie van de directeur van HSA hadden wij de tijd om dat te doen. En was het ook zijn voorstel om te zorgen dat we meer helderheid kregen over al die risico's. Vooral de risico's waar de staat een rol in kon spelen om die te verminderen. Dat blijft dus toch raar. Want we hebben hier bijvoorbeeld een memo aan de stuurgroep. Drukmiddel op VNW is de opschorting van de materieelbestelling totdat een aantal risico's is afgedicht. Maar die risico's, dat waren gewoon uw eigen risico's. Nee, dat heb ik ze net ook aan u gezegd. Een deel daarvan waren onze risico's. Een ander deel daarvan waren risico's van de staat. En die wilden we graag afdichten. We hadden bijvoorbeeld hele minuten, bijna 10 minuten reistijd kwijt. Hè? Dus die goed gemaakt moest worden. Dat probleem zat in de specificaties die door de staat waren gegeven. Wij wilden graag klaarheid daarover hebben. En we wilden ook niet domme dingen doen en het hele geld in één keer uitgeven, zonder dat de staat daar goed van op de hoogte was en feitelijk ook meebesloot erover. Maar klopt het nou wel dat een aantal van die risico's, hè, die gewoon uw eigen, die dus dan extern waren, u wel uitkwamen omdat u anders niet in gesprek kon komen met de staat? Want we hebben het net een heel gesprek gehad over de tariefrestrictie. U was continu aan het onderhandelen daarover. Dan komen toch een aantal van die risico's gewoon goed uit, zodat je dus wat meer drukmiddel hebt. We hebben hier ook een notitie waarin ook staat, waarin volgens mij zelf de opdracht geeft
om het juridische uit te zoeken. Eens even kijken, waar heb ik dit? Om juridisch het zoveel mogelijk uit te nutten, deze risico's, om in gesprek te komen. Ja. Als je de houding die ik zo net heb beschreven treft, dat er eigenlijk geen voortgang te bereiken was op die dossiers, dat alles eigenlijk via de juridische weg moet worden opgelost, was dit dus een goed instrument om in gesprek te komen met de staat. En ik vind ook dat het verstandig was om het op die manier te doen. Maar ik vind het raar om, als u net zegt, het was een sportieve bestelling, we moesten die trein op tijd hebben, dat er juist die belangrijke pion inzet om dat gesprek aan te gaan, wat hij ook gewoon had kunnen. Maar er kon gewoon doorgewerkt worden in de specificaties voor de treinleveranciers. Het was voor het aangaan van de commitment heel belangrijk om van het staat zoveel mogelijk aan te horen hoe we aan risicoreductie konden doen. En zij hadden daar ook hun deel in te spelen. Ja, u heeft dus zelf gevraagd om een nadere uitwerking van de juridische dreiging om de staat aan tafel te krijgen. En die route heeft u ook gedeeld met uw raad van commissarissen. Ja, en die verantwoordelijkheid draag ik ook. Er was nog wat anders. Niet alleen druk zetten, dreigen eigenlijk met vertraging van de materieelbestelling. Maar uiteindelijk heeft ook de raad van commissarissen en u besloten om minder treinen te bestellen. Dat hebben we ook besproken in het verhoor met de heer Dupken. En die sprak daarover. Ja, op een gegeven moment kwam er een besluit dat er minder treinen moesten komen. En toen zwommen wij in een sneltreinvaart in een fuik. Ja, ik heb dat ook gehoord. Het feit is dat in gezamenlijkheid tussen HSA en de directie en de Raad van Commissarissen, en overigens ook de andere aandeelhouder van HSA KLM, dit besluit is genomen. Er zijn ook allerlei stukken in uw dossiers waar staat dat HSA voorstelt om twee routes te bewandelen. Eentje met risicoreductie en eentje als de staat niet akkoord gaat met een gereduceerde bestelling, met de volledige bestelling. Dus ook HSA heeft zelf aangegeven dat het verstandig was om risico's te reduceren. Ja, dat is dan uw eigen strategie. Maar uiteindelijk, u heeft een afspraak met de staat om een x-aantal lijnen en treinen te laten rijden. U besluit dan zelf, het worden minder, om zelf dus risico's af te dichten. En dat leek dan vanuit uw kant verstandig. Maar het gevolg voor de mensen die de materieelbestellingen doen is dat ze uiteindelijk maar met één aanbieder overblijven. Had u zich dat gerealiseerd? Nee, en het is niet zo dat de mensen met dat besluit zijn geconfronteerd. Het is in gezamenlijkheid tot stand gekomen. In gezamenlijkheid met HSA, maar in gezamenlijkheid ook met de materieelbestellers, want dat is, tenminste zo bleek uit het verhoor vorige week, het overkwam hen. Heeft u het nu over het verhoor met meneer Dupke? Ja. Daar heeft hij zelf gezegd, hij voor eigen rekening, dat het hem overkwam. En dat is niet wat er in de stukken staat. In de stukken staat een voorstel van HSA om aan risicoreductie te doen en te kijken of we in delen kunnen bestellen. Staat gewoon in stuk, ik kan ze u leveren, ik heb ze hier. Maar goed, het gevolg is dus dat uiteindelijk de aanbesteding van het materieel leidde tot een fuik met één aanbieder. Als je dus op een gegeven moment het aantal treinen dat besteld moet worden midden in het proces vermindert. Ja, en u zegt hier dus dat iedereen zich daarvan bewust was en iedereen daarvoor gekozen heeft om op die manier dwars door de aanbesteding die al wat vertraagd was, om dat risico dus ook te nemen? Nee, niemand was zich daarvan bewust, want deze hele afweging die speelde in oktober en november. En het afhaken van Alstom is in januari gebeurd. Het is gewoon maanden daarna. Het afhaken van Alstom, hebben we gisteren gehoord, is ongeveer in december gebeurd. Precies na het besluit dat er besloten werd om veel minder treinen te bestellen. Dus dat was het directe gevolg van dat besluit. Maar u zegt dus, het was allemaal een HSA. HSA heeft besloten om minder trein te bestellen, dat was niet u? Nee, ik heb gezegd dat het in gezamenlijkheid tot stand is gekomen, dat besluit. Oké, dus als ik het nu voor mezelf probeer samen te vatten. De vertraging van materieelbestelling is gebruikt als drukmiddel om in gesprek te komen met de staat. En de vermindering van het aantal treinen is in gezamenlijkheid genomen, HSA en u, om de risico's te verminderen en dan maar met minder treinen te gaan rijden. En het jammere gevolg daarvan was dat de materieelbestelling een beetje in de soep liep. Er was niet het besluit genomen met minder treinen te gaan rijden. Er was besloten om in ieder geval te bestellen wat er minimaal nodig was.
uit het oogpunt van risicoreductie. U mag ook niet anders verwachten van een directie die is voor de continuïteit en de financierbaarheid van het bedrijf. En er zijn opties genomen om wel de hele bestelling te kunnen doen, in één stroom doorgebouwd, waardoor je uiteindelijk er geen problemen mee zou hebben als er toch de behoefte was om meer te bestellen. Ik geef het woord aan de voorzitter. Wie nam nou het initiatief om minder treinen te bestellen? Het eerste voorstel dat ik heb gekregen is het voorstel van HSA om twee routes te bewandelen. Eentje om mindere bestelling te doen en opties te doen. En de andere om de hele bestelling te doen. Dus HSA vroeg twee dingen aan de aandeelhouder en aan de directie. En wie concreet was dat vanuit HSA? Zal ik even kijken? Even kijken waar die is. Beschikbaar voor informatie in ZUW AG Dupken. De heer Dupken vraagt aan u, zullen we minder bestellen? Thans wordt u allereerst een investeringsvoorstel voorgelegd waarbij HSA zelf de risico's zo beperkt mogelijk houdt. Dit wordt gedaan door een ingroeiperiode van 5 jaar te nemen in plaats van de 2 jaar die de concessie toestaat. De ingroeivariant is afhankelijk van goedkeuring van de staat van, en dan komt er een hele opstelling, dat is waar ik uit citeer. Ja. Ik wil ook de datum van het stuk nog even bijgeven. Ja, we hebben het.30 oktober 2003 zijn jullie dus met elkaar serieus aan het kijken om minder treinen te bestellen. Kunt u mij dan uitleggen waarom in dezelfde periode een best en final offer wordt gevraagd op een hoger aantal aan de industrie die miljoenen aan het uitgeven is om een goed bod te doen aan u? Nee, daar heb ik geen inzage in gehad en dat weet ik ook niet. Wat vindt u daarvan als ik dat voorhoud? Ja, dit is achteraf bekijkend. Ik kan niet goed reconstrueren. Ik denk dat iedereen gewoon met de beste inzet bezig is geweest. Ik kan dat niet goed taxeren. Daarvoor zat ik er te ver vanaf. Maar begrijpt u mijn vraag dat op een bepaald moment aan de industrie wordt gevraagd best een final offer. Iedereen doet vreselijk zijn best om u een goed bod te doen, terwijl u al hevig zit te discussiëren met elkaar. En in ieder geval is het standpunt, hoeveel het er minder worden, is nog niet helemaal duidelijk, maar dat er minder treinen worden besteld. Ja, dan op dat moment al aan de industrie nog gaat worden gevraagd. Dat is het voorstel, maar zoals ik u in het voorstel voorlas, waren er twee voorstellen gedaan. Eentje om gereduceerd te bestellen en eentje om als de staat dat niet zou toestaan. Dus volgens mij waren beide opties nog mogelijk. En, ik maak met u mee dat het heel vervelend is dat als die twee personen... Is het zuiver? Ja, ik denk dat er geen enkele kwaai opzet in het spel is. Ja, ik denk dat het gewoon volstrekt zuiver is. Ik weet niet precies hoe het proces tussen het nemen van deze besluiten en het doorvertalen in het best en final offer is gelopen. Dat moeten we aan de mensen vragen die daar dichterbij stonden. Geef het woord aan mevrouw Bergkamp. Ja, nog even een vraag toch daarover. U zegt de heer Dupken kwam met twee alternatieven. Maar deed hij dat vanuit eigen inzicht of was het een opdracht vanuit NS? Nee, ik heb u net voorgelezen. Ik denk dat ik er ook niks aan toe kan voegen, want dat is gewoon wat er staat. Thans wordt u allereerst een investeringsvoorstel voorgelegd waarbij HSA zelf de risico's zo beperkt mogelijk houdt. Ja, ik kan er ook niet meer van maken, dat is wat het is. Dus het initiatief kwam vanuit de heer Dupken zelf, vanuit HSA. En zelf hadden ze dus dat inzicht om minder treinen te gaan bestellen. Ik weet niet van wie het precies kwam, maar zo is het voorstel bij ons. U weet niet van wie het kwam, dus het, maar in ieder geval niet vanuit de NS. Ik heb u net gezegd, wij waren er heel erg voor, omdat je op dat moment al je middelen die al schaars waren, committeert. En dus heel verstandig moet kijken, ga je wel zo'n hele grote commitment aan? En wij waren er zeker ook voorstander van, en zeker ook KLM. KLM, ik heb hier ook nog een brief van KLM, die zei, wij willen absoluut een prudente aanpak, want die hebben ook door, die bestellen normaal vliegtuigen. Ik snap wat u zegt, u was voor. Ja. En u weet niet of het verzoek vanuit de NS richting HSA is gegaan om het aantal treinen te reduceren. Nee, zo herinner ik me niet. Ik herinner me dat het zo bij ons is gekomen als het hier staat. En zijn beide opties ook nog voorgelegd aan de staat? Want u zei opties, hè? Dat is afhankelijk van wat de staat ervan vindt. Volgens mij is er een brief gestuurd ergens begin december aan de staat, waarin dat staat. Okay. We gaan even naar een ander onderwerp. Op een gegeven moment gaat de NS toch treinen bestellen.
In het voorjaar van 2004 gebeurt dat. En de concessievergoeding blijft gehandhaafd. Maar in juni 2005 geeft de Italiaanse fabrikant, Ansaldo de Breda, aan dat er vertraging is. Een vertraging van 12 tot 18 maanden worden de treinen te laat geleverd vanwege veranderende botseisen. De technische inzichten staan niet stil. Er worden andere eisen gesteld aan de treinen als het gaat over de sterkte van de trein bij botsingen. Maar nu gebeurt er wel iets bijzonders. U stuurt op een gegeven moment een interne mail over de communicatiestrategie. En daarin zegt u, er dient een duidelijker oorzaak aangegeven te worden. En het lijkt mij wijs om daar het gebrek aan klaarheid over ERTMS-standaarden een grotere rol te laten spelen. Waardoor het niet mogelijk is voor de staat om gemakkelijk afstand te nemen. Is het zo dat u het nieuwe beveiligingssysteem ERTMS heeft aangedragen als vertragingsoorzaak? Het was ook door Ansaldo Breda, het was natuurlijk voor ons een enorme teleurstelling dat Ansaldo Breda, die met veel zorgvuldigheid geselecteerd was, onze verwachtingen niet waar ging maken. En het was niet de eerste teleurstelling die we kregen over hun onvermogen om op te leveren conform afspraken. Maar waar ik even op doel is, Ansaldo Breda geeft als reden aan veranderende botseisen. En u schrijft een memo intern over de communicatiestrategie, laten we het gooien op ERTMS. Ja, u dat heeft is even tekst. De interpretatie. Ja, zo herinner ik me niet. Ik herinner me dat het een hele waaier was aan problemen die Ansaldo Breda aangaf. En het was zo dat wij maar zaten te wachten op stabiele specificaties voor ERTMS, omdat Ansaldo Breda erom vroeg. En ja, wij wilden dat de staat daar een beetje vaart ging maken. Dat klopt absoluut. Dus ja, ook daar neem ik verantwoordelijkheid voor. Ja, maar er zijn twee verschillende dingen. Op dat moment klopt wat u zegt, dat ETMS, dat Ansaldo Breda vraagt om nieuwe specificaties en daarmee ook de NS. Alleen op het moment waar we het over hebben, die juni 2005, dat Ansaldo Breda die vertraging aangeeft, hebben ze het nog niet over ETMS. Het is nog onduidelijk of dat vertraging geeft. Ze zijn nog bezig om daar, zeg maar, dat eigenlijk op te lossen. Dus zij geven als reden aan de botseisen. Zo herinner ik me mij niet, maar ik herinner me dat al vanaf het begin er telkens werd gevraagd ook om ETMS-informatie en later specificaties. Ansaldo Breda had ook het idee dat ze daar erg goed in waren. Die hadden een onderdeel wat daar in bedreven was. En die riepen daar telkens om in de contacten. Dat is mij ook gegeven. Dus ik denk dat ik dat mee heb laten spelen in deze afweging. Maar uw mail staat niet iets over de botseisen. En dat is zo raar, want op dat moment geeft Ansaldo Breda aan, botseisen is de reden dat er een vertraging is. Ja. En u stuurt dan een interne mail, waarin u zegt, ERTMS-standaarden een grote rol te laten spelen, ja, waardoor het niet mogelijk is voor de staat om gemakkelijk afstand te nemen. Ja, want we hadden op dat moment gewoon die issue dat we heel graag wilden dat de staat daar klaarheid over gaf. Dus dat herken ik precies. Maar waarom gaf u dan niet de botseisen aan? Ik weet het niet. Ik kan het niet goed voor u beantwoorden. Ik denk dat het een kwestie van nuance was. Ik denk dat er echt meerdere vraagstukken waren die bij Ansaldo Breda speelden. En dat dit er eentje was waarvan wij vonden dat er ook zo langzamerhand eens een keer helderheid moest komen daarover. Ik kan me voorstellen dat u ook in gesprek gaat met de staat op dat moment van, laten we nou die oorspronkelijke versie invoeren om het wat makkelijker te maken. In plaats van de nieuwe specificaties te vragen en een nieuwe versie. Is dat gesprek, heeft dat plaatsgevonden? Oh ja, er zijn door mijn voorganger regelmatig gevraagd om backups aan te leggen in de lijn. Want wij waren heel beducht dat als die lijn klaar was, dat er dan geen treinen waren die van dat systeem gebruik konden maken. Dus zowel Belgische als Franse systemen zijn door mijn voorganger gevraagd om alsjeblieft aan te leggen als backup in de lijn. Maar ik heb het even over uw rol, zeg maar, op dat moment. Stuurt zeg maar een mail waarin u zegt, nou, de staat die moet daar niet gemakkelijk afstand van nemen. Ik kan me voorstellen dat je dan tegen diezelfde staat zegt van, laten we het oplossen en misschien het bespreken of je de oude versie kan invoeren. Wij hebben gezegd, doe iets, maakt niet uit wat, maar maak het stabiel. Dus u heeft ook een gesprek gehad van, laten we niet de nieuwste versie invoeren, maar de bestaande versie. Laten we daarmee beginnen. Dat gesprek heb ik gehad. Ik heb die gesprekken niet gehad. Ik heb alleen gesprek gehad van, maak een keus, want onze mensen wachten erop. En wanneer was dat ongeveer, dat gesprek daarover? Kan ik niet goed reproduceren, maar kan ik wel voor u opzoeken. Als u dat nog naderhand wil weten, kan ik kijken of ik dat kan vinden. Maar u snapt dat als je zo'n mail leest, dat het niet eigenlijk de indruk wekt van, we gaan er samen over uitkomen, samen met de staat, maar van, laten we ERTMS als vertragingsreden opgeven. Zo was het volgens mij niet bedoeld. De bedoeling was om stabiliteit in de specificatie te krijgen. De staat was verantwoordelijk om
aan te geven welke versie, want er zweefden heel veel versies van EETMS door het CERC. En zij waren bij uitstek in de positie en ook verantwoordelijk om die klaarheid te geven. Dat en daar wilden wij ze aan halen. Alleen het rare blijft dat Ansaldo Breda op dat moment een andere reden aangaf voor de vertraging, namelijk de botseisen. Ja, en daarvan heb ik u gezegd, ik meen mij te herinneren dat er een veel bredere waaier aan redenen was en dat deze voor ons op dat moment ook heel belangrijk was. Die waaier van redenen staat niet in uw mail. Oké, nee, maar dat kan goed geeft zijn. Geef alleen maar aan ERTMS als... Ja, ik denk dat het verstandig is om EMF-wijs om dat klopt. Ja. Ja. Kwam het u ook in de communicatie richting de staat ook wat gemakkelijker uit? Want in de concessie... stond natuurlijk de concessieovereenkomst dat er omstandigheden kunnen zijn, onvoorziene omstandigheden die buiten de invloedssfeer van HSA liggen, om in contact te gaan met de staat om de concessievergoeding omlaag te krijgen. Nee, die koppeling is niet te leggen, want ook botseisen gaan totaal buiten onze verantwoordelijkheid om. Dus die had ik net zo goed dan kunnen gebruiken. Ik denk dat veel meer bezorgdheid van mij was, laten we die ook alsjeblieft noemen, omdat daar de staat eindelijk een klaarheid over moet geven. Ja, dus de relatie tussen het aanvoeren van ERTMS... om richting staat een argument te hebben over onvoorziene omstandigheden en een gesprek daardoor te hebben over het verlagen van de concessievergoeding, dat heeft bij u niet gespeeld. Dat zou ook best een rol kunnen hebben gespeeld, maar daar had ik ook heel goed de botseisen voor kunnen gebruiken. U weet niet meer of dat een rol heeft gespeeld? Ik kan me niet precies in de timing daar herinneren dat specifiek de bedoeling was, nee. U zegt dus het had meer te maken met uw zorgen en niet zozeer met de concessievergoeding omlaag krijgen. ERTMS was duidelijk iets waar wij dringend zaten te wachten op een stabiele specificatie, wat eeuwen duurde, echt veel te lang. Realiseerde u zich ook op dat moment dat het misschien Ansaldo Breda ook goed uitkwam om ERTMS zeg maar, als argument te gebruiken? Want in de koopovereenkomst stond dat de ERTMS-apparatuur moest toegelaten zijn, gecertificeerd. In de nieuwe versie was dat niet. In mijn herinnering hebben ze dat ook altijd als argument gebruikt. Daarom ben ik een beetje op het verkeerde been gezet door die specifieke botseisen waar ik het dan weer aan ERTMS koppel. Dat kan ik niet helemaal plaatsen. Maar het is permanent ook hun strategie geweest om het zo te doen. Ja, maar het is wel opvallend dat de NS als eerste het aangaf als vertragingsoorzaak en dat daarna pas Ansaldo Breda kwam met dat ook mee te nemen als een van de redenen. Nee, zo is het volgens mij niet geweest. Ze hebben dat vanaf het begin gezegd. We willen alsjeblieft... De specificaties weten. Maar en ze koppelden versies daar nog niet zeg maar al een concrete vertraging aan. Ja. Dat startte met de botseisen. Toen kwam de NS met ERTMS. En vervolgens heeft Ansaldo Breda ook daar natuurlijk een vertraging aangekoppeld. Ja, zo heb ik het niet beleefd, maar u heeft dat goed bestudeerd. Dus ik neem aan dat u die conclusie kan trekken. Ik kan hem gewoon even niet onderbouwen op dit moment. Maar u realiseerde zich wel dat ERTMS voor Ansaldo Breda ook een argument was om ook dus een vertraging aan te koppelen. Hebben ze permanent gebruikt, ja. Tot dat vond u ook terecht? Nou, want u gebruikte dat zelf ook als argument. Ja, eerlijk gezegd heeft dit veel te lang geduurd. Ja, ik kan me wel voorstellen dat ze daarom hebben gevraagd, ook bij ons benadrukt. Die stabiliteit van die versies, daar had de staat denk ik eerder een knoop over moeten doorhakken. Oké, ik geef het woord even aan mevrouw Vos. Ja, ik zit ook uw e-mail te lezen. Dat is een e-mail over de communicatiestrategie over de vertraging. Dus het is een... U bent aan het overleggen over hoe gaan we nou vertellen dat we vertraagd zijn. En daar staat, er dient een duidelijker oorzaak aangegeven te worden. En het lijkt mij wijs om daar het gebrek aan klaarheid over ERTMS-standaarden een grote rol te laten spelen. Dus u constateert met z'n allen, er is vertraging. En u zoekt naar een goede reden. En een duidelijker reden is, wat u net zegt, ERTMS. Ja. En dat is allemaal onderdeel van een vertraging, van een communicatiestrategie over de vertraging. Nee, het was ik vond het een wazig verhaal. De eerste versie, want ik herinner me dit wel. De eerste versie van het voorste wat er lag, dat was gewoon een soort 7 regels waar geen kop en staart aan zat. En ik zei, het is verstandig, of wijs, zijn ook de woorden die ik zeg, om daar een heldere communicatieboodschap in te hebben. Ja, dat klopt. Dus u kreeg van misschien de technici daar op de werkvloer een wazige mail over, er is vertraging en dat komt hierdoor. En u zegt als directeur, en ook met ervaring over communicatie, want dat heeft u in uw vorige leven gehad, dat doen we scherper, we zeggen gewoon dat het aan ERTMS ligt. Nee, ik vond dat een herkenbare reden. Als ik die botseisen goed had gelezen, want kennelijk staat dat er ook in, had ik dat een even goede reden gevonden. Helder. En dat zijn allemaal argumenten die u richting de staat gebruikt om uit te leggen dat er vertraging is. En om eventueel daar ook, u krijgt er uiteindelijk ook vergoeding voor. Heeft de NS bewust de afweging gemaakt dat bij de staat meer te halen viel dan bij Ansaldo Breda?
als het ging om de vertragingen? Nee, er waren gewoon ook penalties voor Ansaldo Breda. Dus daar zat ook druk op, want die zouden ze gewoon kwijtraken als ze niet op tijd zouden leveren. Wat was het maximale bedrag van die penalties? Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Wat wij denken is ongeveer 60 miljoen. Hoeveel kreeg u uiteindelijk van de staat voor de, als compensatie voor die ERTMS-standaard? Dat weet ik ook niet uit mijn hoofd. Goed. Na de vertragingsmelding in 2005 heeft NS overwogen om het contract met Ansaldo Breda op te zeggen. Maar die heeft er uiteindelijk niet voor gekozen. Waarom niet? Uiteindelijk bleek ieder alternatief langer te duren en duurder te zijn. En onze drive was altijd natuurlijk, want we waren een treinbedrijf, om zo snel mogelijk te rijden voor onze reizigers. Dus die afweging is meerdere keren gemaakt, maar was altijd slechter dan het volgende alternatief. Want in 2009 en 2010 is het ook weer overwogen om het contract op te zeggen. En was dat toen precies dezelfde reden? Ja. Voelde het toen een beetje als een kikker in steeds warmer worden water? Nou, we waren natuurlijk enorm teleurgesteld in de wanperformance van Ansaldo Breda. Want maar toch kan je niet opzeggen dan? De manier waarop het contract was gemaakt bood zo'n uitweg. Maar de taxatie was dat we dat op dat moment niet konden doen. Dat is één, er was een juridische mogelijkheid. Maar twee, het alternatief was slechter. Ja. Dus het leek altijd sneller de weg om met Ansaldo Breda door te gaan. Ja. Uiteindelijk weten we wat er van terecht is gekomen. Maar op dat moment was het altijd verstandiger, wijzer om met Ansaldo Breda in zee te blijven gaan dan om het alternatief op te zetten. Want dan zouden de reizigers nog veel langer moeten wachten. En waarom komt in 2013 dan wel het contract opzeggen? Omdat er gewoon bewezen, en toen waren de treinen er, toen was er bewezen bij inspecties, allerlei verkeerde plekken, leidingen aangelegd, grote noodzaak tot herbouw van stukken van de trein. En toen was er een duidelijker casus daarvoor te maken dan op dat moment. Want toen was het natuurlijk nog geen tastbaar eindproduct. Ja, dus het was pas toen ontdekte u hoe slecht eigenlijk die treinen in elkaar zaten. Toen kon het opzeggen. Maar had het ook niet te maken met het dat inmiddels de twee concessies in elkaar geschoven waren? Het akkoord, het onderhandelakkoord? Dat u toen wel kon opzeggen, het contract met Ansaldo Breda? Die correlatie kan ik niet mee. Maar wilt u me iets helpen? Want ik snap niet helemaal wat u bedoelt. Nou ja, dus al die tijd kan het contract niet opgezegd worden met Ansaldo Breda. Omdat het anders zo ontzettend lang zal duren. In 2013 kan het in één keer wel opgezegd worden. En dan op een gegeven moment moet u helemaal opnieuw. Die treinen hebben we nog steeds niet. Die komen volgens mij pas in 2021. Waarom kon het toen wel? Waarom kan je dan wel het contract opzeggen met de treinenbouwer? Ja, maar u legde de relatie met dat het wel kon omdat het een concessie was geworden. Die kon ik niet meemaken. Dit is gewoon omdat er op dat moment tastbaar bewijs was dat de treinen niet voldeden. Er was bovendien een veiligheidsincident geweest. En dan kan je zo'n besluit nemen. Op dat moment had het misschien in theorie wel gekund. Maar er waren juridische haken en ogen aan. En het alternatief was trager en duurder. En nu hebben we ook een heel traag alternatief. Ja, maar dat is met de kennis van nu. Daar ben ik helemaal met u eens. Daar zijn we vreselijk in teleurgesteld. En we hebben niet het product gekregen wat we zouden willen hebben. Oké, ik geef het woord aan mijn collega Elias. We gaan naar een volgende fase. Begin 2008 dreigt er een acute liquiditeitscrisis bij Highspeed Alliance. NS is 95% eigenaar, zeg ik er nog maar even bij. En HSA kan simpel gezegd de rekeningen bijna niet meer betalen. Nou, dan zijn er in principe natuurlijk maar twee mogelijkheden. Of de aandeelhouder stort extra kapitaal in de onderneming, de NS. Of in dit geval de onderneming HSA gaat failliet. Die twee mogelijkheden die worden besproken op 9 juni 2008 in de Raad van Commissarissen. Dus met uw Raad van Commissarissen zorgt u daarbij. En u zegt dan iets heel interessants, hebben wij gezien. U zegt het is zuiver om de concessie terug te geven. Waarom zei u dat? Als je alles eraan doet om je best te doen om de boel voor elkaar te krijgen, en dat is wat uiteindelijk HSA heeft gedaan, en de bodem van de schatkist komt in zicht, dan moet je natuurlijk alle aspecten, beide zijden van het spectrum verkennen. Namelijk, we gaan door met een volgende injectie, maar je moet ook stoppen verkennen. En dat zat natuurlijk, als je er niet in bent geslaagd om dit project tot een succes te maken,
dan kan je ook je consequenties nemen en zeggen, ik geef die concessie terug. Ja. Als u dat zuiver noemt, ja, was het dan dus onzuiver om door te gaan? Nee, ik vond dat je die stap eerst moest maken. Je moest netjes de extreme verkennen. Ik herinner me die discussie nog wel. En zo zit ik ook in elkaar. Je moet niet hoop doorgaan met het volgende onderwerp, maar even afstand nemen en zeggen, dit is een behoorlijk, is een majeur evenement. We hadden bedacht dat het nu zou rijden en het rijdt niet. En we hebben ook de bodem van de schatkist. En dan moet je wel kijken, wat doen we als we, wat gebeurt er als we stoppen? Wat betekent dat voor de reiziger? Wat betekent dat voor onze stakeholders, hè, de aandeelhouder en de concessieverlener? Maar was het een losse vlodder of is die mogelijkheid ook daadwerkelijk uitgewerkt? Nee, volgens mij, ik weet niet of die is uitgewerkt, maar het was zeker niet bedoeld als losse vlodder. Maar als we bedoeld van, denk eraan, we moeten echt even afstand nemen en zeggen, wat moeten we doen op dit moment? Maar goed, die optie is het in ieder geval niet geworden. Nee. En diezelfde dag nog niet geworden. Nee, ik denk dat de strategische analyse die er te alle tijden in dit proces is gemaakt, namelijk NS is de logische exploitant van deze concessie, omdat er heel veel samenloop is met het hoofdrailnet, omdat er ook reizigersbehoeften zijn die over beide sporen gaan, bleef toen ook gelden. Dus wij vonden zelf ook dat wij de juiste partij waren. Allemaal op zich ook betwistbaar, maar vanuit uw visie, ja, kijk u daar zo vonden wij dat, ja, ja. Heeft de NS de optie van een faillissement voorgespiegeld aan minister Eurlings en of dienstambtenaar? Ja, volgens mij wel. Wanneer en jegens wie? Dat weet ik niet precies. Maar ik weet wel dat op het moment dat ik van HSA hoorde dat dit dreigde, heb ik een afspraak gemaakt met de toenmalige minister en gezegd, kunnen we ergens afspreken? Want ik vond dat het onze plicht was om direct die situatie aan te geven. En ik heb toen ook gezegd, als wij niks doen samen, dan gaat dit gebeuren. Dus we moeten wat. Ja, nee, sorry. Ik bedoel niet dat het gebruikt werd als argument om de staat eventueel concessies af te bij de staat inschikkelijkheid te bewerkstelligen. Dat bedoel ik ook niet. Mijn vraag is echt opgericht. Heeft u toen aangegeven of later aangegeven, wij zijn serieus bereid of in overleg of denken erover na om te stoppen, want het lukt niet. Ik heb net zoals ik in de Raad van Commissarissen deed, hem de smaken aangegeven. Hè? Dus er zijn nu een paar mogelijkheden die openstaan. Wat doen we? En ook zijn taxatie was dat het verstandig was als we door zouden gaan op dit pad en een faillissement zouden afwenden. Weet u nog wanneer u dat tegen de minister zei en onder welke omstandigheden? Nee, maar dat kan ik. Ja, ik heb hem ontmoet terwijl hij ergens een bedrijfsbezoek aflegde in Amsterdam Zuidoost. Ik kan de datum nazoeken als u daar prijs op stelt. Ja, stellen wij prijs op. Goed. Is deze optie ook besproken met de aandeelhouder? Het ministerie van. Ik zal even wachten tot u. Die bestellijst. Gemaakt, maar we zullen u daar nog wel aan herinneren. Ja, als het goed zo uitkomt. Is deze optie ook besproken met de aandeelhouder, het ministerie van Financiën, bij de opening van eventueel een ander bedrijfsbank? U zei dat u even zou wachten. Ik moet het echt even opschrijven. Datum van gesprek met Camille. Ja. Sorry, ik zal nog een keer naar u luisteren. Ik moet ook even opschrijven. Is deze optie ook besproken met de op dat moment aandeelhouder, want dat was vroeger het ministerie van Verkeer en Waterstaat, maar in die periode, sinds 2005 minister van Financiën. Dat stoppen, de boel failliet laten gaan, het is niet gelukt, jammer, vervelend. Is dat ook besproken met het ministerie van Financiën en of minister Zalm? Dat antwoord moet ik u schuldig blijven, want de dagelijkse relatie werd door de CFO gedaan en daar zouden we aan hem moeten vragen. Vindt u dat het had gemoet? Nou, daar ben ik niet geopineerd over. Het is niet aan de orde geweest. Ik weet het gewoon niet. Goed. In ieder geval gaat het verhaal verder. Bij de HSA was het geld bijna op. Er was sprake van grote politieke druk op de minister van VNW natuurlijk. Niet alleen vanuit de NS, maar vanuit de samenleving. Om tot vervoer op die HSL Zuid te komen. Zat de NS, HSA, daarmee niet in een hele prettige onderhandelingspositie ten opzichte van minister Eurlings? Er moesten een aantal problemen worden opgelost. Daar gaan we zo over praten. Maar zat u niet gewoon comfortabel in de stoel? De druk van de maatschappij werd steeds maar groter. Waar blijven die treinen nou? Zo heb ik het helemaal niet ervaren. Het was echt een noodsituatie en we moesten gewoon met z'n allen aan de slag om het probleem op te lossen. En er was ook bereidheid bij de minister om dat te doen.
Ja, er is toen gewerkt aan een wat officieel heet een Memorandum of Understanding, een memorandum van overeenstemming. Ja. Zeg maar even de overeenstemming, een soort totaaldeal, ja. Waarin allerlei problemen, we hebben dat al eerder met anderen besproken, ik heb er nog een paar vragen aan u over, waarin allerlei problemen in één klap heten te worden opgelost. Er komt in ieder geval maximaal 4 jaar uitstel van betaling voor de concessievergoeding. En de aanvangsdatum, dus dat de boel moet gaan lopen en er ook voor het eerst treinen rijden en er wat verdiend kan worden, zal worden verschoven. Was, is mijn vraag, bij beide partijen de indruk dat het uitstel van betaling voldoende soelaas zou bieden om op korte termijn een faillissement te voorkomen? Ja, op dat moment was met de toen beschikbare informatie, was de cash die we niet hoefden te betalen. Het was totaal geen reductie in de concessievergoeding. Het was alleen een fasering in betaling die daar afgesproken is. We hebben geprobeerd om tot een structurele verlaging te komen. Daar was geen bereidheid toe bij de minister. Maar er was wel bereidheid om de concessiebetaling later in de tijd te krijgen, waardoor het cashprobleem, waardoor een dreigend faillissement was, werd opgelost. Ja, dus voor de korte termijn kwam er daarmee een oplossing. Ja. Nou stelt de commissie zich de vraag of er niet ook op die manier voor de langere termijn een oplossing werd gekozen. Eerst even aan u de vraag voordat ik dat toelicht. Was er op langere termijn naar de inschatting van u destijds ook steun van de staat nodig? Want voor de korte termijn waren de eerste was de cashflow, zoals het heet, de eerste nood was gelenigd, maar het structurele probleem was natuurlijk niet opgelost. Het was nog steeds een heel moeilijke business case, maar hij zou er wel voor zorgen dat we niet in een faillissementprobleem zouden komen. En als dat al zou gebeuren, zou NS extra geld in de kas stoppen om die periode te overbruggen. En dan zouden we opnieuw bekijken. Maar op dat moment, met de toen beschikbare informatie, leek dit uitstel ook afstel te zijn. Ja. Maar er werd in dat, ik kom zo nog op de techniek, maar is er eigenlijk afgesproken dat de staat een neerwaartse bijstelling van het bod op latere termijn zou accepteren in dat Memorandum of Understanding? Er staat een artikel in, maar ik heb het stuk ook bij de hand, daar kunnen we naar kijken, waarin Ja, daar kom ik zo onze op. Vraag, ja. Maar is het antwoord op mijn vraag ja? Ja, volgens mij is dat zo. Volgens mij is het zo dat de staat, als wij alle gegevens zouden verstrekken die ze maar wilden hebben, ook zonder tussenkomst van een derde, hoepsakee, alles, dan zou dat gebeuren volgens mij. Ja, want we beschikken over memo's intern, waarin dus ook wordt vastgesteld dat bij een faillissement veel later, dat er dan alsnog lagere gebruiksvergoeding of tariefrestricties op. Ja, volgens mij is dat gewoon voorzien in een van de artikelen. Ja. Want in dat Memorandum of Understanding, dat memo dus, is een bepaling opgenomen, artikel 14, u hint er al op, waarin kort gezegd vermeld staat dat de staat bij dreiging van wat dan heet discontinuïteit van de diensten, dus door de concessievergoeding, dat die zou... Sorry, als het niet zou werken, ik struikel altijd over die moeilijke woorden, dan zou wel degelijk de concessievergoeding worden aangepast. En dat staat dan in de context dat de staat dan maatregelen zal nemen, ik benadruk zal nemen, om dat te verzorgen. En dat betekent toch dat daar een soort glasharde afspraak voor de langere termijn, voor de verdere toekomst is gecreëerd. Klopt dat? Ja, er staat wat er staat. Ja. Maar nou, we hebben de indruk dat niet alle betrokkenen dat op dat moment zo hebben ervaren. De stemming was natuurlijk eentje van grote dreiging en druk. Hè? Dus je bent met z'n allen bezig om dat probleem op te lossen. Wij hadden heel graag een structurele verlaging van de concessiebetaling gezien, wat uiteindelijk ook is gebeurd in een later stadium. En de bereidheid van de minister was om een faillissement te voorkomen, gewoon puur in cash. En dit artikel maakte dat eigenlijk twee problemen werden opgelost, namelijk dat het eindeloze gedoe over wat er nou wel en niet aan informatie beschikbaar was geen issue meer zou zijn. Gewoon alles wat er was zou worden gegeven. En twee, dat
als er een probleem was, dat er ook geacteerd zou worden. Want dat was ook onze ervaring. Wat je ook gaf, er gebeurde niks. Maar het is in ieder geval duidelijk dat de NS, HSA, kant van de tafel, Drommels goed doorhad, dat er met het tekenen van dat memorandum ook voor de langere termijn een garantie lag aan de kant van de staat. Nou, zo is het door ons toen niet ervaren. Want u schetst nou zo van, nou, hoera, dat is allemaal geregeld. Nee, dat was helemaal niet de ervaring. Ik stel vragen. Ja. Ik vroeg aan u of uw kant van de tafel zich realiseerde dat het ook voor langere termijn goed geregeld was. Nee, ik heb niet het idee dat dat de stemming was. Was het gevoel HSA mocht niet failliet? Nee, het was meer, er wordt een oplossing gezocht voor het acute cashprobleem. En that's it, want wij wilden eigenlijk meer. Dus wij waren eigenlijk ook niet super blij of zo. Ja, maar de staat had natuurlijk ook kunnen zeggen, NS, het is jullie dochter, zoek het uit, ja. Los het op. Ja. Is niet gebeurd? Hebben ze niet gedaan, nee. Had u dat niet logisch? Ja, u stond er niet op te wachten natuurlijk, maar had u dat niet logischer gevonden? Nou, in dit geval eigenlijk niet, want toen speelde ook de hele discussie over, toen hadden we inmiddels al onze bedrijfsonderdelen in de positieve cijfers gekregen, dus we hadden meer geld verdiend, we hadden ook de punctualiteit verbeterd, we hadden de klanttevredenheid ongeveer verdubbeld, er is heel veel gebeurd in die tijd. En toen begon de aandeelhouder te zeggen, we willen eigenlijk ook een superdividend hebben. Dus extra wat er per jaar werd uitbetaald, wilden ze extra geld hebben. En die route is uiteindelijk gekozen. En niet de route om NS te vragen om hier meer geld in te stoppen. En overigens zou je als directie van NS altijd hebben moeten kiezen voor de continuïteit van het bedrijf en de financierbaarheid van het bedrijf. Dat is onze taak. Wat bedoelt u met het laatste? Wanneer had u dat dan gedaan? En altijd. Waarom had u dat dan niet eerder gedaan? Al doen we altijd. De eerste doelstelling voor iedere ondernemersleider is de continuïteit voor het bedrijf in het belang van alle stakeholders. En dat is ook precies waar ik op duidde. We hadden een stakeholder, de reiziger, staat bovenaan. We hadden een stakeholder, de staat in zijn vorm van de concessieverlener. En we hadden een stakeholder financiën in de vorm van dividendontvanger en baas van het bedrijf uiteindelijk. Maar het is toch wel een hele bijzondere ondernemingsfilosofie om dan te zeggen van we gaan zorgen voor gezondheid van onze dochter HSA door het geld en de voorwaarden bij de staat te halen. Ja, zo is het ook niet gegaan, want zo is het hier wel gegaan. Nee, want we hebben daar alleen maar met elkaar afgesproken dat er een cash tekort werd voorkomen. Hoe dan ook, op enig moment verplicht NS zich ook om gelden beschikbaar te stellen voor HSA. Ja. Maar dat gebeurt, en dat wil ik nog even vaststellen, niet dan nadat de staat toezegging heeft gedaan om ook HSA te redden en beter in positie te brengen met de afspraken zoals ze gemaakt zijn in dat fameuze memorandum. We hebben allebei daar inbreng geleverd, de staat en NS als aandeelhouder. Ik heb nog een paar vragen over de buitenlandplannen, maar misschien is het verstandig om eerst even naar collega Van Gerven te kijken op dit punt. Ja, ik wil even over het punt naar de toekomst bij het memorandum van de overeenstemming. In het memorandum kunnen we geen harde toezegging zien staan van dat HSA koet gered zal worden. Tenminste, er is interpretatie over dat artikel 14, hè, laat ik het zo zeggen. Maar is er niet een mondelinge toezegging gedaan van luister eens, het is ook, ik praat even vanuit het ministerie, wij gaan in de toekomst, mocht het aan de orde zijn, een faillissement voorkomen. Nee, wat er op papier staat is wat er is afgesproken en er was ook niet de bereidheid om iets te doen aan de hoogte van de concessiebetaling, alleen aan de timing ervan. Dat is pas later gekomen, toen de volgende minister kwam. Zij heeft direct gezegd aan het begin, ik weet dat dit een probleem is en ik weet dat ik mijn tanden erin moet zetten en ik ga het oppakken. Hoe kan het dan dat in een verslag laten we zeggen, van NS staat, naar aanleiding van de handtekeningen die zijn gezet bij het memorandum van overeenstemming. Kijk, een harde toezegging van de staat om HSA te redden, dat kon niet vanwege regels van staatssteun en het aanbestedingsrecht. Dat konden we niet in het memorandum opnemen. Maar mondeling is door de staat wel toegezegd dat men HSA niet failliet zal laten gaan, want daar heeft de staat geen belang bij.
Ik ken het betreffende stuk niet, maar misschien dat u me iets kan helpen wie het geschreven heeft en waar het is gekomen. En goed, dat is in de aandeelhoudersvergadering aan de orde geweest. Ja, NS constateert zelf van luister, laat ik het zo zeggen, het is opgeschreven, er is een aantal dingen opgeschreven, maar achter de schermen is ook gezegd van luister, het is niet in het belang van de staat dat HSA failliet gaat. Dat is toen, en dat is ook gecommuniceerd aan NS. NS heeft het ook zelf genoteerd. Welke aandeelhoudersvergadering was dat? Dat was in het voorjaar 2009. Van wie? Van welk bedrijf? Van de aandeelhoudersvergadering van HSA. Okay. De algemene aandeelhoudersvergadering van HSA. Zou u aan de financiële directeur moeten vragen, want dat weet ik niet precies. Ik vraag het u, omdat u bij de memorandum betrokken bent geweest. Toch? Ik was zeker in de gesprekken zo nu en dan betrokken, maar ik kan me dit specifieke punt niet herinneren. U kunt zich dat specifieke punt niet herinneren. Maar het was dus wel bekend bij andere kennis. Het zou kunnen, u zegt het, want u citeert ergens uit, alleen ik ken het stuk niet. En de aandeelhoudersvergaderingen werden geleid door mijn collega, de directeur van Financiën. Ja, dus mogen we constateren dat het wel bekend was bij de directeur Financiën, maar lijkt niet me wel, bij u. Dat lijkt me wel. En dat het dus wel bij NS bekend was dat de staat ook in de toekomst een faillissement niet zou laten gebeuren. Ik heb het zelf nooit zo beleefd. Ik heb het zelf beleefd dat we eigenlijk vonden dat we niet hadden gekregen wat we eigenlijk wilden, namelijk een structurele aanpassing. Nee, maar u heeft gezegd dat u het zelf niet wist, maar dat wel de heer Niggebrugge, uw kampioen financiële man, dat hij dat wel is. Ja, ik heb eigenlijk gesuggereerd om het aan hem te vragen, want ik weet niet precies de context van de vraag. Maar normaal zat hij die vergadering voor. Zo'n majeure kwestie. Het faillissement van HSA, die als een molensteen om uw nek hangt, al jarenlang. Dan moet toch ook het lange termijn perspectief gespiegeld zijn. Ja, ik weet niet meer en niet minder wat er in die tekst van die overeenkomst staat. Ik constateer dat u zich dat niet kunt herinneren. Ja. Goed, de heer Elias. Nou, ik wil nog even die zinsnede toch voorhouden. U zegt, u weet het niet, maar als u dat nu zo hoort, een harde toezegging van de staat om HSA te redden kon om redenen van staatssteun en aanbiedingsrecht niet in de MOU worden opgenomen. Mondeling is echter door de staat wel toegezegd dat men HSA niet failliet zal laten gaan. De staat heeft daar geen belang bij. Als u dat nu zo hoort, wat vindt u daar dan van? Dat ik de redenering wel kan volgen, dat heb ik u geprobeerd zo net ook uit te leggen, dat er verschillende stakeholders zijn van NS en dat in the end of Financiën ergens beter van wordt, of de concessieverlener ergens beter van wordt. En ik dus snap dat je uiteindelijk als staat die integrale afweging maakt. Dat vind ik logisch. Alleen de specifieke zinsnede herken ik niet zo goed. Maar u snapt ook dat de commissie dit lezende van een financiële man het idee kan krijgen, HSA, NS had comfort. Ja, zo heb ik het niet ervaren. Het was een behoorlijk ingewikkelde onderhandeling. Ja, maar ik vraag nu of u het zo ervaren had. Maar als ik het nu zo voorhoud, dat bij de financiële mensen en de andere mensen die daarbij aanwezig waren, hierdoor comfort ontstond? Ja, ik kan me dat voorstellen op basis van die zinsnede. Ik kan het alleen niet bevestigen. Dat is echt aan hen. Nee, dat zou een vraag zijn die u niet kunt beantwoorden op basis van feiten. Dat willen wij ook niet van u. Maar ik wilde dit even bevestigd zien. Ik had nog een paar vragen over de buitenlandplannen. De tijd schrijft voort. We zitten in 1 maart 2010. Ja. Heeft u een gesprek met minister Eurlings? Ik moet zeggen demissionair minister Eurlings inmiddels. Waarin u meldt dat de business case, de ondernemingsplan, de positie van HSA nog weer veel slechter is dan voorzien. Nou, dat is natuurlijk slecht nieuws en zo. Hè. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Eind september 2010 wordt duidelijk dat Abellio, het bedrijfsonderdeel van NS dat de buitenlandse activiteiten uitvoert, wellicht Arriva Duitsland wil overnemen. Verschijnt een bericht in de Duitse Financial Times. Nou kan ik me voorstellen dat toch politiek een beetje moeilijk lag. Als het gaat om de problemen bij de HSA, doet u een beroep op de staat. En tegelijkertijd heeft het Nederlandse bedrijf NS grote buitenlandse investeringsplannen en een krachtige portemonnee daarvoor kennelijk. Hoe kijkt u daar tegenaan? Hoe keek u daar destijds tegenaan? Uiteindelijk
doe je wat het beste is voor reizigers en wat je strategie is? Hè? Want we hadden daar een heel beeld over. Overigens ook gedeeld met de staat als aandeelhouder en ook netjes de concessieverlener op de hoogte gehouden. Dus ik kijk daar naartoe als van dat een logische stap was die paste in de buitenlandse activiteiten van NS. Die overigens niet in mijn portefeuille vielen. Nee, maar het gaat even om de toch wat, nou, zacht genomen problematische samenhang tussen die twee op zichzelf staande feiten. Ik denk, nogmaals, je bent erbij uiteindelijk voor om het bedrijf continuïteit te geven. NS had, en dat blijkt maar uit dit schrijnende voorbeeld, heel weinig ervaring in het bieden in concurrentie. Die is langzamerhand opgebouwd. Dat was één van de doelen om te bieden op buitenlandse en overigens ook binnenlandse concessies. Dus die strategie die stond als een paal boven water. Bovendien kon er ook geld mee worden verdiend. Het was ook goed voor de aandeelhouder, sterk had ook voor de reiziger, want dan konden wij blijven investeren. Dus die twee dingen gaan hand in hand en gaan ook niet ten koste van elkaar. Oktober 2010 neemt het ministerie van Verkeer en Waterstaat contact met u op over deze kwestie. Weet u nog wie dat was? Was dat op het moment dat er overgang was van het ene kabinet naar het andere? Nee, het gaat specifiek over deze zaak. Dus de ambities van de NS in Duitsland versus de wens om een beroep op de staat te doen als het vanwege het probleem bij HSA. Kan ik niet zo. En kunt u me iets helpen van waar u het uit vindt? Minister Eurlings die wil op dat moment alsnog garanties van de NS voor HSA, als de NS ook kennelijk zulke grootste plannen in Duitsland heeft. Vond u dat een gerechtvaardigd verzoek? Nee, maar dan ging het wel degelijk over die overgang van het ene naar het andere kabinet. Dat was het 13 oktober van het jaar, dan weet ik het precies. En toen kreeg ik een telefoontje van de directeur Spoor. Die zei, de minister wil eigenlijk die erfenis die hij heeft niet overdragen aan de volgende minister. Wij willen per vandaag een toezegging dat NS een ongelimiteerde garantie geeft voor alle toekomstige problemen die er nog kunnen zijn in het HSA-dossier. Ik heb daar de koppeling aan buitenlandactiviteiten niet in gehoord. Misschien dat hij is gezegd, maar ik weet wel wie die vraag was. En ik heb geantwoord, dat gaat dwars door alle governance heen, zoals je normaal een bedrijf bezit en ook zoals onze onderlinge relaties zijn. En als ik het al zou willen, dan kan ik dat niet in een dag regelen, want dat vraagt goedkeuring van de hele directie van de Raad van Commissarissen. En het is even snel ook weer verdwenen als dat het opgekomen is. Weet u wat de minister van Financiën, de aandeelhouder van dit idee, vond? Nee. Was het juridisch mogelijk dat de aandeelhouder, de concessieverlener of het beleidsdepartement een dergelijke voorwaarde zou stellen? Ik weet het niet. Moet u echt aan hen vragen? Nee, want u bent de baas van HSA. Als NS. U zit in de directie van de NS. Dus vanuit een van uw de perspectief moet u kunnen beoordelen of die vraag misschien wel buiten de orde was geweest. Ik snap niet precies waar u naartoe wil, want volgens mij is dit iets wat tussen financiën en verkeer en waterstaat of INM speelde, toch? Toch niet met ons? De vraag is, was de aandeelhouder of was het ministerie van VNW, het zijn twee verschillende, überhaupt gerechtigd om u die vraag te stellen? Als u in Duitsland zo flink wil gaan uitpakken, zou u dan eerst zelf ook wat meer uw best willen doen om HSA te redden? Nou, ze zijn de aandeelhouder. Zij kunnen iedere vraag aan ons stellen en ze hebben die vraag niet gesteld. En welke afspraken heeft u uiteindelijk met de staat gemaakt over deze buitenlandplannen? Het was een investering van een zodanig niveau dat wij er geen goedkeuring voor hoefden te vragen. Maar wij hielden het ministerie van Financiën via de directeur Financiën op de hoogte van iedere stap die we deden. We hebben overigens uiteindelijk niet geboden, omdat we het veel te duur vonden. Het is weggegleden. Het is actief niet vervolgd door ons, omdat we het gewoon geen goede, attractieve transactie vonden. Ik heb geen vraag. Ik stel voor dat wij gaan pauzeren. Dus ik schors de vergadering tot 2:10.
Ik heropen de vergadering en vraag de griffier de getuigen binnen te leiden. Dank u wel. De heer Van Gerven vervolgt het verhoor. Een vraag die mij bezighoudt is, dit verhoor tot nu toe gehoord heb, is waarom heeft NS eigenlijk HSA niet gered? Als zoiets al zou spelen, dan doe je dat in goed overleg met de concessieverlener. En het is gewoon niet aan de orde geweest. Omdat er heldere afspraken lagen, wat gebeurt er als het bedrijf in problemen komt. Het was de wens van de staat om een apart bedrijf te maken. En zo is het ook telkens behandeld. Maar mijn vraag was, waarom heeft NS HSA niet gered? Omdat het niet aan de orde was. HSA verkeerde in acute liquiditeitsproblemen, per direct een faillissement. Dus nogmaals de vraag, waarom heeft NS HSA niet gered? Omdat het niet aan de orde was. Het was wel aan de orde, die vraag. Nee, want er waren heldere afspraken gemaakt wat er moest gebeuren als het bedrijf in de problemen kwam. En daar hadden meerdere partijen een rol te spelen, dus ook NS. En NS heeft ook bijgedragen, logischerwijze, in de continuïteit. Maar zou u dan zelf bijdragen in een bedrijf waarvan u de vooruitzichten niet kent? Dan moet ik me even de positie van de staat verplaatsen. Waarom zou de staat dat dan wel moeten doen? Omdat bij dreigende discontinuïteit er reden is voor een gesprek en dan bekeken wordt hoe het afgewend kan worden. Maar had het er dan mee te maken dat het niet kon, in uw optiek? Want u zegt, de regels waar speelden dan, ja, dan investeren wij in een bedrijf wat niet levensvatbaar is. Als statutaire directie van het moederbedrijf moet je altijd kijken of je geen goed geld naar kwaad geld gooit. Dat was hier zeker aan de orde, dus daar moet je voorzichtig mee zijn. Maar in een overleg kan alles tot stand komen en dat is ook gebeurd. Dus u zegt, in het kader van good governance, om zomaar eens even met een duur woord te zeggen, als aandeelhouder was het niet verantwoord om nog verder te investeren in de HSA op dat moment? Nee, want we hebben wel verder geïnvesteerd en we hebben ook gegarandeerd dat we het bedrijf in leven zouden houden als er een nieuw probleem zich zou aandoen. Dus er is wel degelijk geïnvesteerd. Er is ook geïnvesteerd gebleven in bijvoorbeeld de materieelwerkplaats die op dat moment werd gebouwd. Maar er is in samenspraak met de concessieverlener gekeken wie neemt er welk vraagstuk voor zijn rekening. En de staat deed eigenlijk niets anders dan zeggen, wij willen precies dezelfde concessiebetaling hebben, maar later. Dus er is ook niet heel veel geld gevloeid. Ja, het acute liquiditeitsprobleem is opgelost. Is afgewend, en de betalingen zijn naar achteren geschoven met rente. Ja. Goed, dan wil ik met u door naar het onderhandelakkoord. En dan zijn we dus in een latere fase, zeg maar 2010, 2011. Ja. En ik ga met u een aantal technische punten langs, die voor ons als commissie toch van groot belang was, omdat we willen weten, zeg maar, hoe ver er samenhang was tussen de financiële problemen van NS-dochter HSA enerzijds en de uiteindelijke concessie die de NS-moeder later krijgt. Mm-hmm. Aan het eind van het traject. Namelijk voor het gewone spoor in Nederland, het hoofdrailnet. En de vragen zijn een hele serie vragen of u dat zo kort en bondig en feitelijk mogelijk op deze reeks van vragen zou willen antwoorden. Zal ik proberen. Dus ruim een najaar na ondertekening van het memorandum, dat was in januari 2009 als ik me goed herinner, dan zijn die vooruitzichten van HSA, de financiële vooruitzichten, nog verder verslechterd. En hoe groot was dat verwachte verlies inmiddels opgelopen? Weet ik niet uit mijn hoofd. U weet daar niets van? Niet uit mijn hoofd, nee. Niet uit uw hoofd. Ja. Maar in welke orde lag dat? Het was substantieel hoger. Ik heb zojuist de cijfers genoemd van McKinsey.
Dat zat in de orde van het zat maximaal in de orde van bijna 1 miljard in het negatiefste scenario. Werd dat scenario bewerkstelligd? Het tekende zich af zoals was verwacht, ja, dat klopt. Ja, ja. Maar ik weet niet precies, zoals ik zei in mijn hoofd. Maar mogen we toch concluderen dat dat in de orde lag van ruim 1 miljard? Ja, maar volgens mij weet u het, en ik weet het gewoon echt niet, dus dan is het beter dat u het me zegt hoeveel het was. Nee, maar u gaat dan weer praten, daar bent u nadrukkelijk bij betrokken. Ja. Ik neem aan dat ook die bedragen toen over de vloer zijn gegaan. Ja, ik weet ze alleen niet exact. U weet niet, maar u heeft ze wel geweten. Nee, ik was op dat moment geen portefeuillehouder, dus ik was toen president-directeur. Dus ik stond iets meer op afstand. Dus u zou me echt even helpen als u zegt hoeveel het ongeveer was. Er werd toen genoemd minimaal 100 miljoen tot maximaal 1100 miljoen. Dat was toen de vooruitzichten van de business case. En tussen dat sluiten van dat memorandum en die nieuwste cijfers zit eigenlijk maar 1 jaar tussen. En we zien dus een enorme duik in de financiële perspectieven, in negatieve zin. En de vraag is natuurlijk, was die duik eigenlijk eind 2008 niet te voorzien? Nee, want in 2008 hebben gewerkt op de laatst beschikbare cijfers die HSA had. En de nieuwe situatie is ontstaan op basis van een nieuwe ronde verificatie en business case die HSA NS High Speed heeft gedaan. En wat waren nou die nieuwe feiten? Op basis waarvan is die business case zo verslechterd? Ik heb het idee dat OC&C is gevraagd door de directie van HSA High Speed. En dat die een business case hebben gemaakt en dat daarin problemen in termen van minder dan verwachte reizigersgroei was. En ook problemen met hoeveel mensen er over zouden gaan van de auto naar de trein. Dat waren volgens mij de majeure componenten die erin zaten. Dus verder waren er nog allerlei andere kosten die uit de hand liepen en dat soort zelfs uit de hand liepen. Die hoger waren dan gedacht in de opstelling van 2008. Dus zowel de prognoses van de reizigersaantallen verslechterden als de kosten voor het materieel en andere die stegen. Ja. En dat, maar waarom? Waarom zo'n acute verslechtering? Want in 2008 is daar ook naar gekeken. Ja, maar in 2008 had ik ze net ook gezegd, toen vroegen wij ook al om een vermindering van de concessiebetaling. Het was voor ons duidelijk. Maar het gaat niet om waar u naar vraagt. Mijn vraag was, u herinnert mijn inleiding, hè? Ja. Feitelijk, kort en bondig. En mijn vraag was, wat waren nou de factoren dat die business case in 1 jaar zo verslechterde? Die heb ik u net geschetst. En dat was dus, maar waarom namen ineens dan die reizigersprognoses zo af? Was dat al niet veel eerder voorzien? Nee. Dus men voorziet dat in 2010 wel? Of ziet men dat en daarvoor had men nog niet in de gaten dat het zo dramatisch was? Nee. Zo moet ik het constateren dan, dat u dat meldt. Heeft NS, bij het onderhandelakkoord in de aanloop daarnaartoe opnieuw het faillissement aan de orde gesteld? De berekeningen waren gewoon helder, dus dat liep uit op een faillissement. Dat kon niet anders, dat moest je proberen te vermijden. Toen was de zonneklaar dat als we niks doen, dan gaat de zaak failliet. Daarvoor ook al. 2008 ook al. Toen ging de zaak ook failliet. Toen was er ook een dreigende discontinuïteit en dus ga je dan spreken met elkaar. Ja. Dus dat is gebeurd. Zat nou HSA wat betreft de onderhandelingen toch in een soort zetel? Laten we zeggen, want we hadden natuurlijk dat memorandum van overeenstemming, waarin die bepaling stond van bij een dreigend faillissement zal de staat helpen. Nee. Waarom niet? U vroeg, zaten ze in die zetel? Ik weet niet waarom, ze zaten er niet in. Ja, maar waarom zaten ze niet in die zetel? Omdat ze er niet in zaten, daar kan ik geen reden voor geven. Kijk, ze hadden toch een voorkeurspositie, een comfortpositie. Zo is dat niet gegaan. De toen aantredende minister heeft direct haar tanden gezet in dit dossier en gezegd, ik ga dit oplossen. Hiervoor was er sprake van uitstel. Dat was minister Schulz? Ja. Ja. Die heeft gezegd, ik ga dit oplossen.
Dus inderdaad zat Haza in een zetel. Nee, want oplossen betekent dat je met beide partijen kijkt hoe je uit dit vraagstuk komt. U weet het eindplaatje ervan. NS investeert in totaal 7 miljard in deze hele onderneming. Dus het gaat over heel veel geld. En ook de staat investeert er heel veel in. Dus beide partijen hebben hun verantwoordelijkheid genomen. Het was voor het eerst dat er gesproken kon worden over de hoogte van de concessiebetalingen. Dat was op dat moment voor het eerst weer mogelijk, constateert u. Die wijzigingsprocedure, stelt u nog de bepaalde beperkingen aan de mate waarin laten we zeggen, de overheid zou kunnen helpen? Jazeker. Dat moet permanent getoetst worden of dat voldoet aan de regels van staatssteun, aan normaal zakelijk verkeer en dat soort zaken, ja. Dus het was die staatssteun, dat was een belangrijk toetssteen. Nog andere? De regels van normaal economisch verkeer, ja. Ja, zeggen we de marktregels, zeg maar, aan de andere kant. En bood nou die wijzigingsprocedure, hè, dus van zowel die wijzigingsprocedure van de concessieovereenkomst, bood die voldoende mogelijkheden om de zaak op te lossen? Ja. Want hoe is het probleem dan opgelost? Er is uiteindelijk voor gekozen om de vraagstukken van de hoogsnelheidsvervoer en het binnenlands reizigersvervoer, de hoofdrelnetconcessie, samen te bekijken en daar een gezamenlijke nieuwe afspraak over te maken. Ik kom daar, gaan we er zo op door. Maar kun je dan niet constateren dat dat niet binnen het raam was van die concessieovereenkomst? Die oplossing waar u zojuist over begon. Nee, dat kan je niet constateren. Waarom niet? Omdat er netjes een ontvlechting is gemaakt van tot de afloop van tot 2015 van het hoofdrelnetcontract. En er daarna nieuwe afspraken zijn gemaakt. En hetzelfde geldt voor het HSA-vraagstuk. Dus dat kan. Maar de concessieovereenkomst met betrekking tot HSL, die liep toch veel langer dan 2015? Ja. Is niet gewoon het concessieovereenkomst afgeschaft en vervangen door iets nieuws? Ja, maar het is dus precies recht gedaan aan alle stappen die er nodig waren om die oplossing te verkennen met elkaar. Maar mijn vraag was daarvoor van, kon binnen het kader van de concessieovereenkomst, via die wijzigingsprocedure, had het opgelost kunnen worden? Je kan tot iedere afspraak komen zolang je recht doet aan de vragen van mededinging en staatssteun en normaal zakelijk verkeer. U zegt er was een concessieovereenkomst, maar je hebt toch nog algemenere regels van staatssteun en markt en het mededingingsrecht. En daar hebben we vooral naar gekeken. Of dat is vooral als toetssteen gebruikt uiteindelijk om tot oplossingen te komen. Ja. En daarbij is natuurlijk toch de concessieovereenkomst verdwenen uiteindelijk. Ja, die is opgegaan in een groter geheel. Ja, dat klopt. Van wie kwam er eigenlijk dat idee om, laten we zeggen, die concessieovereenkomst uit 2001 helemaal te veranderen? Of eigenlijk terzijde te schuiven en die concessie van het hoofdrelnet en de hoogsnelheidslijn in elkaar te schuiven? Ik kan me niet precies herinneren. Het is in gezamenlijkheid tot stand gekomen. Er waren werkgroepen aan de slag. Ik heb daar zo nu en dan zelf, als bijvoorbeeld mijn collega met vakantie was, ook wel zelf ingezeten. En het was echt samen optrekken. Eigenlijk wat we altijd hadden gewild. Is hier gewoon heel productief. En wie was de eerste onderhandelaar, gesprekspartner vanuit NS? Mijn collega die verantwoordelijk is was op dat moment voor HSA NS High Speed. En dat was? Mevrouw van Vroonhoven. Dat was mevrouw van Vroonhoven. Die heeft eigenlijk met betrekking tot het onderhandelakkoord, zeg maar dat hele traject, was zij de eerste verantwoordelijke en u was daar natuurlijk als primus inter pares. Zo nu en dan bij, of ik nam voor haar waar, ja. En klopt het nou dat als wij kijken naar die onderhandelingen over dat onderhandelakkoord, dat NS aanvankelijk niet zo'n voorstander van was van dat integreren, omdat dan NS weer verantwoordelijk zou worden voor de verliezen van de HSA? Ja, we hebben. Of voor de toekomstige verliezen van de HSL? Sorry dat ik u ineens moet. De eerste reflex
bij ons was, dat kan wel eens een heel open einde worden. Dat herinner ik me nog wel. Maar dat is later veranderd. Ja, want uiteindelijk, u heeft misschien gezien dat in de aanloop naar 2008 eigenlijk precies dezelfde afwegingen waren van, moeten we alleen dit vraagstuk oplossen of moeten we het combineren met meerdere problemen? En dat was toen ingebracht door de staat, omdat zij er tegenop zagen om zuiver en alleen het HSA-vraagstuk op te lossen. Ja, en op dit moment is dat ook aan de orde geweest. En even voor, want ik citeer even dus mevrouw van Vroonhoven, 21 januari 2011. En dan zegt zij, de overheid lijkt de voorkeur te geven aan integreren in het hoofdrailnet, omdat NS dan zelf verantwoordelijk is voor toekomstige verliezen. En dit dus in de optiek van de staat een finale oplossing is. Om dezelfde reden is dit voor NS geen nastrevenswaardig alternatief. U herkent die, heeft dat zojuist? Jazeker, want dat is aan de Raad van Commissarissen gestuurd. En wij lezen alles dat aan de Raad van Commissarissen wordt gestuurd. Kijk, dat herinnert u zich heel goed. Ja. Dat is mooi. En, het is ook dichterbij, hè? Het is ook wat korter geleden, dus het is makkelijker. Maar als u zich dingen herinnert, is dat heel goed. Ja. Ik heb vrij goed geheugen. U zei zojuist, want dat herinner ik mij ook, dat wij toch niet zo blij, dat wij niet zo blij waren in eerste instantie, want er komen alle risico's naar ons toe, de potentiële verliezen. En u zegt, ja, we gaan dat verknopen met een aantal andere zaken. Kunt u schetsen waar u het mee verknoopt? Nee, of wat u, ik schets het juist andersom. Ook de staat, of juist de staat, had ook de behoefte om het met andere dossiers te koppelen. Mm. Omdat er gewoon meerdere dingen lagen die je tegelijkertijd kon oplossen. En het was voor de reiziger ook beter. Hè? Want uiteindelijk... Kunt u even zeggen, een paar opmerkelijkste zaken die dan ook erbij betrokken werden? Naast de oplossing van de hoogsnelheidslijnproblematiek, om welke zaken, waar moeten we dan aan denken? Nou, bijvoorbeeld ook continuïteit van de hoofdrailnetconcessie, want dat was natuurlijk het andere grote item. Maar ook wat is in het belang van reizigers. Hè? Bijvoorbeeld, er ligt schaarse infrastructuur, hele dure infrastructuur. En als je dit zou doen, zou je die ook kunnen gebruiken, en dat gebeurt ook de facto, om waar je anders nieuwe kunstwerken moet aanleggen, dat moet dan ProRail doen, dat je dat nu niet hoeft te doen, omdat je voldoende capaciteit op die hoogsnelheidslijn hebt om treinen overheen te rijden. Dat is ook uiteindelijk onderdeel van de uiteindelijke oplossing. Ja. Geworden. U zegt, het kwam NS wel goed uit als we de HSL ook voor gewone treinen, gewone intercities zouden kunnen benutten. Ja, en de staat ook, hè, want daardoor waren er geen investeringen nodig die anders wel nodig waren geweest. En die doen zij normaal. En goed, we kunnen zeggen dat u aanvankelijk wel gereserveerd was vanwege de mogelijke financiële consequenties. Ik snap niet goed wat uw vraag zou zijn. Nou, ik heb het zojuist geciteerd. Standpunt van Vroonhoven, 21 januari. Ja, zou ik nog een keer willen zeggen, want ik snap niet precies wat u vraagt. Nee, maar u heeft net dat citaat toch gehoord. Ja, maar u herinnert wat vraagt u zich? U herinnert zich van de laatste jaren alles heel goed. Wat is uw vraag? Ik heb zojuist geciteerd, mevrouw van Vroonhoven die zegt, het is niet nastrevenswaardig. Dat wij dat voorstel om tot integratie over te gaan. Omdat dat financieel slecht is voor NS. En wat is uw vraag? Mijn vraag was, waarom neemt u niet toch dat verlies voor lief, wat u in 2001 wel hebt gedaan? Ik begrijp absoluut uw vraag niet. In 2001 heeft u dat verlies voor lief genomen en een hoog strategisch bod gedaan. Ik heb dat verlies niet genomen. Ik was er niet bij in 2001. In 1999 heeft NS een Intercity Max-bod gedaan. Kunt u zich dat herinneren? Ik weet dat het bod is gedaan, maar ik was er niet bij, ja. Nee, en u weet dat dat ook ging om integratie, om een geïntegreerd bod. Ja, het was dat weet u, hè? Ja, ja. Weet u ook dat dat verlieslatend was? Nee. Voor het HSL-stuk? Nee. En mijn vraag was dus, toen was de HSL verlieslatend. Maar dat was toen voor NS in 1999 geen probleem, maar kennelijk in 2011, 21 januari 2011, voor mevrouw van Vroonhoven wel een probleem. Ja, ik kan uw redenering niet meemaken en ik heb er ook geen mening maar over. Maar begrijpt u de redenering? Nee. U begrijpt niet dat in 1999 NS wel dat verlies neemt, maar zegt ja, dan hebben we het geïntegreerd en helemaal. En dan in 2011 aanvankelijk zegt, ja, dat gaan we niet doen. Terwijl eigenlijk zou zeggen, ja,
binnen. We hebben het hoofddeel net en we hebben de HSL. We hebben ze allebei. U vraagt mij te speculeren over iets wat ik gewoon niet weet. Ik vraag u niet te speculeren. Echt? Ik geef alleen aan van zo dacht NS er in 99 ja. over. En dat is toch vreemd als in 2011... begin 2011 eigenlijk een ander standpunt innemen. Ik vind dat niet vreemd. De situatie was totaal anders. U heeft zelf geschetst hoeveel jaar er tussen zit. Dus ik kan er niet meer van maken dan dat. U kunt dat niet volgen? Nee. En u kunt ook niet volgen waarom NS eerst het ene standpunt had en het begin 2011 een ander standpunt? U vraagt mij iets over een oordeel te geven wat ik niet voldoende begrijp om het überhaupt te kunnen beantwoorden. En ook een tijd dat ik er niet was. Dus ik kan daar echt niet meer over zeggen. Goed, nou, wij hebben dat in ieder geval geconstateerd. Zouden we dan, ja, want je zou kunnen zeggen van nou, NS wil wel beide concessies, maar niet te verliezen. U weet hoe het uiteindelijk is gelopen. Er is een geïntegreerde concessie gekomen. U heeft gelezen hier terecht dat mijn collega zegt we moeten oppassen, want het kan wel eens een open eind verhaal worden. En we zijn daar met volle verstand ingestampt. In de loop van de onderhandelingen is gebleken dat dit een begaanbaar pad was. En u zegt het is een begaanbaar pad. Kunt u nog eens schetsen de juridische risico's? Zeg maar de juridische risico's omdat ja, je stopt met een concessieovereenkomst. Dat is natuurlijk van een aanbestedingstraject ga je toch als het ware weer naar een soort gunning. Kunt u die juridische risico's schetsen die toen speelden? Die zijn dezelfde als ik u zo net aangaf. Die zijn van mededingingsaard, van staatssteunaard en van normaal zakelijk verkeer met elkaar. Die moet je goed voor elkaar hebben, anders dan houdt zo'n overeenkomst geen stand. En op die twee elementen is het getoetst? Ja, permanent. Permanent. En u zegt dat is haalbaar. Dat heeft u ook met uw eigen juridische afdeling getoetst? Ja, logischerwijze werkte die samen met de landsadvocaat hierover, ja. En de landsadvocaat heeft getoetst op elementen van staatssteun en mededingingsrecht. Ja. En geoordeeld dat kon. Wat was de... Goed, u zegt, nou ja, dat was in ieder geval een haalbare zaak. Ik geef het woord aan mevrouw Bergkamp. Vanuit Europa is de integratie van de concessies kritisch gevolgd, hè? Als ik kijk naar de Europese Commissie, die kijkt al met argusogen naar een concessie die lang is, breed is en waar ook nog het internationale vervoer in zit, omdat dat daarmee de concurrentie uitsluit. Heeft u zelf ooit zorgen gehad dat de Europese Commissie zou zeggen van nou, die integratie dat kan helemaal niet? Het was een vraagpunt, maar kijk wat Frankrijk doet. Kijk wat Duitsland doet, veel grotere landen die dat al vanaf het begin, die hebben nooit zo'n idiote toestand met een aanbesteding gedaan. Die hebben al direct deze oplossing gekozen. Dus het was voor u geen zorgpunt kijkend naar de ontwikkeling in andere landen? Je moest er rekening mee houden. En de ontwikkeling in andere landen zijn heel helder. Nederland loopt voorop in proberen om in concurrentie zaken aan te besteden, om zijn infrastructuur helemaal te scheiden. Dit hele integrale treinbedrijf. Kijk naar de Duitsers, die doen het heel anders. En de Fransen ook. En u heeft daarover ook juridisch advies gevraagd? Ja. Met name specifiek ook op het Europese? Ja. En wat gaf nou de doorslag bij de NS waarvan ze zeiden van nou, dit zijn inhoudelijke gronden waardoor het wel kan? Want er zijn ook gronden vanuit Europa waarvan je kan aangeven nou, dat je een concurrentiedeel zeg maar uitsluit. Dus wat gaf nou de doorslag? Wat waren nou de argumenten waarvan u zei van nou, we hebben daar vertrouwen in? Precies hetzelfde als wat speelde in het eind van de jaren 90, zoals mij is verteld. Namelijk toen kon de staat ook gewoon kiezen of ze onderhands wilde gunnen of het via een aanbesteding wilde doen. Nou, er is in het kader van het marktdenken toen een openbare aanbesteding gekozen met alle resultaten die we gewoon goed besproken hebben hier. En hier is gekozen voor de mogelijkheid voor onderhandse gunning. Maar ik hoor nog niet van u wat nou de concrete argumenten waren op basis waarvan het advies eigenlijk kwam waarschijnlijk ook uit juridische hoek van het kan. Wat waren nou de argumenten op basis waarvan u zei, ik heb er vertrouwen in? Er is geen sprake van staatssteun en NS rekent de normale bedragen voor zakelijk verkeer. En waarom zou er geen sprake zijn van staatssteun? Dat is mij iets te juridisch, dat weet ik niet precies. Dat moeten we aan een aanbestedingsspecialist vragen.
Maar in ieder geval, het advies was, in algemene zin dan, het zou geen sprake zijn van staatssteun. Dat was een van de belangrijkste argumenten. Het was een permanente toetssteen. Ik ben ingenieur, dus ik ben niet helemaal top in juridische zaken. Ja, nou, we gaan het straks nog hebben over de treinen, dus dat komt wel goed uit. Goed, ja. Maar op zich, zeg maar, het tweede argument wat u net aangaf, wat was dat? Want u zei van, het is geen staatssteun. En daar is permanent argument op getoetst, zei ik. Ja, en het tweede argument was zeg maar over het financiële gedeelte, zei u net ook. Nee, over het normale zakelijk verkeer. Hè? Dus je kan niet opeens totaal voor een niet-reële prijs iets aanbieden. Je moet altijd toetsen dat een ander bedrijf dat net zo had gedaan. Okay. Dus dat waren de twee argumenten op basis van u zei als NS-directie. We hebben er vertrouwen in dat de Europese Commissie het niet moeilijk gaat doen. Dat is permanent getoetst en het wordt nu een heel groot punt. En zoals ik u zeg, ik weet niet anders dan dat dit de hoofdpunten waren. Dank u wel. Ik geef het woord weer aan de heer Van Gerven. Ja, minister Schulz van Hagen die informeert op 18 november 2011 de Tweede Kamer. En die stelt dan dat NS gemiddeld 101 miljoen per jaar voor de HSL gaat betalen, voor de hoge snelheidslijn. Maar ook dat HSA eigenlijk maar circa 60 miljoen per jaar voor de concessie kon betalen. Dat waren gegevens van toen. Waarom kan NS zoveel meer betalen dan HSA? Omdat er sprake is van een geïntegreerde concessie en er geld wordt verdiend met het totaal, wordt er ook naar het totaal gekeken. En dat is de reden waarom NS daar die bijdrage kon leveren. Dus ook in termen van betaling voor het gebruik van het hoofdrailnet. Maar u zegt, er wordt dan bespaard op het hoofdrailnet? Nee. Is dat zo? Er is een mogelijkheid vanuit de opbrengsten van het hoofdrailnet om extra bij te dragen voor het totale vervoer wat er wordt geleverd. Ja, dus laten we zeggen, wat verdiend wordt op het hoofdrailnet, dat wordt gebruikt eigenlijk ook om te investeren in de HSL. En zo mag ik het samenvatten. Nee, je kan niet naar de deeltjes kijken. Het totaal heeft een bepaald verdienvermogen en dat wordt betaald om gebruik te maken van beide concessies. Maar kunnen we zeggen dat... En dat is dan één gehele concessie geworden. Ja, het is één... maar goed, in de betaling kunnen we zien dat er 101 miljoen wordt betaald voor de HSL. En ik geloof 80 miljoen voor het hoofdrailnet. Kunnen we nou concluderen, terwijl de werkelijke verdiencapaciteit 60 miljoen is, dat was toen de analyse, dat er dus zeg maar 40 miljoen wordt opgebracht vanuit de opbrengsten van het hoofdrailnet? Nee, want het is één integrale concessie en ik kan die onderverdeling niet meemaken. Maar die onderverdeling is in de betaling wel gemaakt? Nee. Ja. Volgens de betaling wordt door NS gedaan en zo betalen wij niet. Wij betalen gewoon voor één groot geheel. U heeft één totaal en dat is onderverdeeld in twee elementen die ik u zojuist geschetst heb. Volgens mij citeert u uit een brief van de minister, en is niet onze brief. De betalingen, de verdeling daarvan was glashelder afgesproken, is ook bekend bij NS. En mijn vraag was, 40 miljoen komt eigenlijk HSA of HSL tekort. En dat is dus kennelijk zeg maar, op de grote hoop gebracht en op die manier verrekend. Mogen we dat zo concluderen? Die vraag moet u echt aan de minister stellen, want die heeft die brief gestuurd. Nee, maar, u was verantwoordelijk. U was voorzitter, toch? Van de Raad van Bestuur. Ik was president-directeur, ja. Klopt. President-directeur. Dan mag ik toch aannemen dat u op de hoogte bent ook van, laten we zeggen, de financiële kant van de zaak. Ik ben precies op de hoogte van. En dat, daar was u niet precies van op de hoogte. Wel, ik weet wat u zegt, alleen ik zeg, u citeert uit een brief van de minister. Ik kan geen vragen beantwoorden van de brief van de minister. Ik kan vragen beantwoorden over hoe uiteindelijk die concessie is vormgegeven. De minister stelt, er wordt 101 miljoen betaald. Dus openbare brief, daar is niks geheims aan. Nee. 101 miljoen, terwijl feitelijk maar 60 miljoen zeg maar is wat de HSL op kan brengen. En dan is de constatering dat dus die 40 miljoen, of dat is onze vraag, waar komt die dan vandaan? Die compartimentering, die is voor de verantwoordelijkheid van de minister. Wat ik u schets, is dat wij een totaalbedrag konden opbrengen voor het geheel. Want die concessie is gewoon niet twee concessies, dat is gewoon één concessie.
En die onderverdeling, die is een correlatie die is gemaakt naar de oude situatie. Maar de nieuwe situatie is gewoon dat je in zijn geheel een bepaald bedrag kan betalen. Maar je moest natuurlijk in die nieuwe situatie wel boven de 100 miljoen blijven, toch? Voor de HSL. In het kader van de oude contract was gesloten in 2001. De interpretatie daarin is gegeven, staat verwoord in de brief van de minister en daar heb ik niks aan toe te voegen. Ja, goed. Dus de ondergrens was 100 miljoen. U heeft in de verdeelsleutel gezegd, we betalen 101 miljoen voor de hoge snelheidslijn. Dat is wat afgesproken is in het onderhandelakkoord. En we kunnen dus constateren dat u dus kennelijk wel 40 miljoen over had, zeg maar, voor die HSL, opgebracht uit andere delen van die gehele concessie. U kunt die conclusie trekken op basis van wat u van de minister heeft gelezen. En twee, en ze investeren natuurlijk veel meer, hè, uiteindelijk ter waarde van 7 miljard. Ja, en klopt het nou dat dat de NS dus eigenlijk nu veel meer wilde betalen voor de hoge snelheidslijn dan, laten we zeggen, toen men nog uitging van het voortbestaan van de HSA? Nee, want die bereidheid om te betalen is gekomen doordat er sprake was van één geïntegreerde concessie. Er was dus ook, want het was onzekerheid of het hoofdrailnet opnieuw aan NS werd gegund. Jawel, en omdat het opnieuw werd gegund, hadden we... Nogmaals, die hoge snelheidslijn is verlieslatend. Die brengt maar 60 miljoen op. Dan is het toch niet verlieslatend? Die brengt maar 60 miljoen op in vergelijking tot... die brengt 60 miljoen op en je moet het vergelijken met hetgene wat u bereid bent om te betalen. En dat was 101 miljoen, zoals dat is afgesproken in het onderhandelakkoord. Dus mijn conclusie is, onze conclusie, dat u in ieder geval NS bereid was om die 40 miljoen jaarlijks te betalen. En als we kijken naar het resultaat van dit alles, dan kunnen we dus zien dat NS die heeft eigenlijk een prestatie geleverd. Of geen prestatie geleverd die geleverd had moeten worden. Namelijk het laten rijden, het laten, volwaardig laten functioneren van HSA, die het vervoer, een volwaardig vervoer moest realiseren op de hoge snelheidslijn. Dat is niet gebeurd. En wat komt daarvoor terug? Men krijgt wel die hoge snelheidslijn die men mag exploiteren. En men krijgt daar ook nog eens een vergunning bij van het hoofdrailnet voor de komende 10 jaar vanaf 2015. Wordt dan slecht werk eigenlijk niet maximaal beloond? Nee, en ik deel uw analyse helemaal niet. Er is een goede, gebalanceerde oplossing gevonden voor waarbij de staat een bijdrage levert en waarbij de Nederlandse spoorwegen een bijdrage leveren. En 7 miljard is niet een bedrag waarvan je zegt, van dat is even op een achternamiddag gedaan. Maar dat is de totale waarde. Hoe komt u aan die 7 miljard? Dat is de totale waarde. Staat ook in alle persberichten die er toen bij de introductie van dit akkoord is geweest. De totale waarde van wat? Totale bijdrage die NS levert in investeringen, in treinen en weet ik wat allemaal. En in de voorzieningen voor reizigers en dat soort zaken. Maar goed, dat nalezen in de persbericht. Maar dat gaat niet over de hoge snelheidslijn? Het gaat over allebei. Gaat over het geïntegreerde product. Goed, maar we hadden... Het uitgangspunt was natuurlijk de hoge snelheidslijn. En goed, u vindt dus niet dat slecht presteren in dit geval, want u levert niet wat u had beloofd te leveren, dat maximaal beloond is. U houdt van korte antwoorden. Ja. Twee woorden. Helemaal niet. Oké. Okay. Nou, zoals net al aangekondigd, bruggetje naar de treinen. In maart 2012 wordt door de NS-directie besloten dat er in december 2012 wordt gereden van Amsterdam naar Brussel. Op dat moment is er nog geen proefbedrijf geweest, dus een generale repetitie zonder reizigers. Hè. Ik heb het over maart 2012. Er zijn ook nog geen treinen toegelaten, de trein is ook nog niet overgenomen. Er zijn op dat moment 2 leentreinen, maar toch wordt op dat moment het besluit genomen om in december van start te gaan. Welk beeld had u nou vlak voor de start van de dienst in december over de risico's van de dienst? U bedoelt dan december 2012? 12, ja. Vlak voor de Vira-dienst van Amsterdam naar Brussel. Er reden toen treinen. Er was een binnenlandse treindienst gestart per september.
van dat jaar. En iedereen was met alle krachtsinspanning bezig om dat goed te laten verlopen. En was het een beeld van op hoop van zegen? Of was het een beeld van, nou, dit gaat makkelijk lukken? Wat probeert u eens voor ons een duiding te geven van die periode net voor aan aanvang van die vierendienst in december? Het was zwaar. Er was veel werk nodig om de treinen aan het rijden te houden. Maar het risico werd beheersbaar geacht en er waren telkens fallbacks voor als er iets mis zou gaan. Dus er waren altijd mitigerende maatregelen voor de risico's voorzien. En wat veel meer in die periode speelde, was dat er nog steeds geen klaarheid was met de Belgen, waar op dat moment nog een discussie speelde tussen de Staten en onze Belgische collega's. Dus wij wilden eigenlijk groter bij reizigers aankondigen van dit is wat er gaat gebeuren. Maar we moesten eigenlijk wachten tot die laatste vouwen uit het kleed weggestreken waren tussen de Staten en de Belgen. Maar je beeld was dus van, er waren nog geen afspraken met de Belgen, goede afspraken. Maar even over het gevoel bij de dienst en bij de trein. Hard werken, risico's proberen te voorkomen door allerlei mitigerende maatregelen. Hoe heeft u zelf als NS-directie daar een beeld van gevormd? Oh, er was een heel heldere voortgangsrapportage op ongeveer 10 punten. Het ging over proefbedrijf, mensen, stabiliteit van de dienstverlening, dat soort zaken. Daar zaten van die poppetjes die ook op de bretels van meneer Timmer stonden. Die gingen lachen. Wat voor poppetjes waren dat? Nou, u heeft gezien mevrouw Netepos dacht dat het doodshoofdjes waren, maar daar waren van die smiley faces die of lachten, of streng keken, of boos keken. Dus groen, oranje, rood. Maar meneer Meerstad, even serieus. We staan aan de vooravond van een heel complex traject. Een nieuwe trein, een hoge snelheidstrein, nieuwe beveiliging tussen twee landen. U wilt toch niet deze commissie in ieder geval het beeld meegeven dat u dat aanstuurt op basis van een aantal poppetjes, een aantal smileys? Nee, dat is de grove status van het onderwerp. En per onderwerp wordt er een onderbouwing gegeven. Iedere maand of 3 weken aan de directie. Dit is wat we doen. Hier is waar we staan. En zo, als er vraagstukken waren, zo lossen we het op. Dus u zegt van uw informatiebron was de kwartaalrapportage. Die hadden smileys en ook nog wat anders. Want we hebben natuurlijk als commissie ook die kwartaalrapportages doorgenomen. Ja. En het beeld wat je daaruit krijgt is toch wel van een hele lastige situatie. Ja, het was heel hard werken voor iedereen, dat klopt. Behoorlijk wat problemen met het materieel. Hè. Er speelden allerlei issues. Ook de vraag van komen de treinen wel op tijd. De samenwerkingsrelatie met Ansaldo de Breda. Ja, die was heel moeilijk. Ja, en toch op basis van de indruk vanuit de kwartaalrapportages had u toch het idee van het gaat lukken. Ik moet u even aanvullen, want die kwartaalrapportages kwamen per kwartaal. Dat is de aard van de rapportage. En die rapportages met de samenvattende smiley faces erop, die kwam om de 3 weken of om de maand. Ja. Maar mijn vraag was dat voor u voldoende zekerheid om een trein met reizigers, uw eigen mensen aan boord, machinisten, conducteurs, om te zeggen van nou, we hebben vertrouwen dat de dienst van Amsterdam naar Brussel december 2012 van start zou gaan. En daar bouw je op je mensen en die hadden dat vertrouwen, want die hadden voldoende mitigerende maatregelen genomen om zelf dat besluit te nemen. Dat was voor ons ook geen reden om in te grijpen daarop. En er reden natuurlijk treinen, dat is precies dezelfde treinen, tussen Amsterdam en Rotterdam al vanaf september. Ja, maar in die periode van Amsterdam naar Rotterdam reden de treinen nog 160 km per uur, waren nog niet bezig met een hoge snelheid. Het waren ook treinen 1 keer in de 3 uur, hè, omdat het materieel toch ook tegenviel. Dus ik kan me niet voorstellen dat dat nou het gevoel gaf, of de feiten eerlijk gezegd, van we hebben heel veel vertrouwen van start te gaan in december. En mijn vraag aan u is, had u op dat moment ook nog iets anders kunnen doen? Ja, want er waren telkens mitigerende maatregelen voorzien. We hadden kunnen beslissen om met een uitgedunde dienstregeling te rijden. Waardoor de voorbereidende mensen waren plannen gemaakt om de treindienst eventueel te verminderen en andere noodmaatregelen te nemen. Maar had u de vierendienst ook kunnen uitstellen? Dat had in theorie gekund. Het probleem is wel dat je dan geen werkende dienstregeling meer hebt. Dus deze hele beslissing is eigenlijk al in maart genomen. Omdat dat het moment is waarop je bij ProRail moet aangeven welke dienstregeling je wil rijden. Sorry dat ik u even onderbreek, gaf ik net aan dat in maart gebeurd is. Ja. Maar toen in maart waren er op dat moment nog ineens treinen toegelaten. Er was nog geen proefbedrijf geweest. Dus
Mijn vraag gaat erover, misschien mag ik een privévergelijking maken. Ja. Als ik met mijn gezin op vakantie ga naar buitenland, dan wil ik in ieder geval over één ding geen zorgen hebben. En dat is de betrouwbaarheid van de auto. Ja. U begint aan een veel complexer iets dan voor mij een trip naar het buitenland met reizigers. En als ik kijk naar de kwartaalrapportages, ook terugkijkend naar het besluit dat genomen is dat er toen helemaal nog geen treinen waren. Vindt u dan niet dat u behoorlijk wat risico's heeft genomen kijkend naar de betrouwbaarheid van zo'n dienst? Met de kennis van nu kan je vaststellen dat het enorm tegenviel, dat we enorm teleurgesteld zijn, ook in wat Ansaldo Breda voor oplossend vermogen had toen zich problemen voordeden. Op dat moment was het een afweging die je moest maken, omdat je eens per jaar je dienstregelingswijziging kan ingeven en je kan er maar eentje vragen aan ProRail. En dat is wat er in goed overleg tussen alle onderdelen van het bedrijf, want dat moet je gezamenlijk doen. Dat is ook nog een andere grote dienstregelingswijziging met de Hanselijn die beschikbaar kwam. Dus daar hadden we ervaring in vanaf 2007 ook. Dus daar moest goed over nagedacht worden. Ja. En door de mensen die het voorstelden waren er voldoende mitigerende maatregelen om als er problemen zouden zijn, bijvoorbeeld niet eerst binnenlands te gaan rijden, maar per december met de internationale lijn te beginnen en daarna de binnenlandse trein. Ik snap dat er alles op alles gezet is om dat, om dat mogelijk te maken. Dat was Heeft u zelf ook de ingebruikname adviezen gelezen? Dat zijn adviezen gemaakt door ProRail en HSA, wat een soort voorspelling doet over van nou, hoe zal dat straks gaan met de dienst en met de trein. Heeft u die ingebruikname advies van tevoren gelezen? Nee, die zijn niet aan ons ter beschikking gesteld. En in mijn rol, ik stond natuurlijk een stap op afstand, omdat ik president-directeur was en verantwoordelijk was voor het binnenlands reizigersbedrijf, primair. U heeft ze niet gelezen? Nee, ik heb ze niet gelezen. Heeft u ze achteraf gelezen? Ja. En was toen niet uw eerste indruk misschien van, had ik dat nou maar eerder geweten, want... Want misschien kan ik dat nog even toelichten. Eigenlijk als je kijkt naar al die ingebruiknameadviezen, dan wordt er eigenlijk gezegd van, nou, een nauwkeurige en realistische voorspelling over de vervoersprestatie kan eigenlijk niet worden geleverd, want er zijn te weinig testritten geweest en er zijn zorgen over het materieel. Dus als u nou achteraf die ingebruiknameadviezen leest, wat was toen uw eerste indruk van? Van, daar is hard gewerkt en ik heb absoluut niet de pretentie dat ik de beslissing die daar is genomen om op basis van die rapporten uiteindelijk door te gaan. U had niet het idee van, had HSA of ProRail mij maar wat eerder daarover geïnformeerd, over die zorgen over de betrouwbaarheid? Ze hebben ons daarover geïnformeerd en zoals u ook kunt lezen in die ingebruiknameadviezen waren er telkens mitigerende maatregelen. Dus als het risico zich voordeed, dan wisten ze wat ze gingen doen. U schrok dus niet van de ingebruiknameadviezen toen u ze achteraf las? Ik vond het pittig toen ik las. Ik denk van, nou, daar is hard gewerkt en ik las ook telkens dat er een oplossing was voorzien. En ik heb dus niet de pretentie dat ik het beter zou hebben geweten dan onze mensen die daar van nabij aan. Dat zou ik ook veel te makkelijk vinden, zeker na het feit. Ik heb ze gewoon niet gekregen en ik heb ze achteraf pas gezien. Ja, en u zegt, toen u de adviezen las, was het enige waarvan u dacht, goh, wat is er hard gewerkt. Wat zijn er grote twijfels over een betrouwbare dienst? En wat hebben we onze reizigers aangedaan, misschien hebben we onze eigen mensen aangedaan van tevoren, als er zoveel onzekerheid is over een betrouwbare dienst? Ik vind dat veel te gemakkelijk om dat na het feit te constateren. Op dat moment, het is niet aan mij voorgelegd. En u vraagt mij wat ik las, er waren behoorlijke vraagstukken. En ik las ook dat er voor ieder vraagstuk een oplossing was bedacht. Had u achteraf graag gewild dat deze adviezen ook u ter oren waren gekomen? Dat u ze misschien zelfs had gekregen? Nee, maar we hadden een goed beeld dat het heel erg ingewikkeld was. Ja. Maar de taxatie was telkens, het is ingewikkeld, maar we gaan het voor elkaar krijgen. We gaan het hebben over dat goede beeld van u. Want op een gegeven moment blijkt dat er grote problemen zijn en dat de trein ook uitvalt. Ja. Wanneer kreeg u nou voor het eerst de indruk dat het niet goed ging met de trein? Eigenlijk was er al vanaf het moment dat we de internationale treinen gingen rijden, was er twijfel over de performance. We hadden gerekend op een Ansaldo Breda die stand-by zouden zijn zoals we gewend waren bij andere leveranciers die op dat moment alles op alles zouden zetten om ieder vraagstuk direct op te pakken. En normaal is het zo dat dan ook de performance verbetert en dat een probleem wat is geïdentificeerd niet terugkomt. Wat bij ons de alarmbellen deed rinken en overigens al eerder bij onze mensen die daar dagelijks mee werken, is dat probleem wat leek opgelost weer later terugkwam. Dat is heel atypisch. Dus dat speelde al voor kerst. Toen hebben wij ook crisis
overleg ingesteld. Maar ook u zag als directie. Dus, zeg maar, u signaleerde zeg maar dat er sprake was van meer dan alleen kinderziektes. U zegt er waren repeterende problemen die terugkwamen. We zagen dus eigenlijk structurele problemen die nog niet eerder waren gesignaleerd. Nee, dat juist niet. Wat het erge was, is dat Ensemble Breda een probleem dat gesignaleerd was, onderkend en verholpen was, niet definitief verhielp. En dat het terugkwam. Maar dan heb je toch een structureel probleem? Of zegt u van, Ensemble Breda loste het niet snel genoeg op? Ja, het ging niet snel genoeg. Nee, het ging niet snel genoeg. En je hoort eigenlijk geen repeterende problemen te krijgen. Als het is opgelost, is het opgelost. En dan hoor je zo'n werkwijze te hebben, dat je voorkomt dat het daarna nog een keer gebeurt. Ja. En dat waren wel alarmbellen, ja. U heeft toen een crisisteam opgericht. Ja, daar hebben wij een vast proces voor. Zo gauw als er een groot vraagstuk als dit speelt, dan schalen we op. En dan wordt ook de directie betrokken in het managen van de crisis. Als u nou, want u gaf net aan, u bent ingenieur. Als we nou kijken, we hadden hier een trein die was gecertificeerd. Het was een trein die was toegelaten. Het was ook een trein die voortijdig was overgenomen door NSFNC, moet ik even formeel zeggen, de leasemaatschappij. Het is toch raar dat bij al die stappen, waarvan NS en HSA ook elke keer gezegd heeft van nou, we nemen zelfs die treinen voortijdig over, dat die treinen van start gaan en dat dan wordt gesignaleerd, dit is wel heel raar. Wat is uw analyse daarop of uw reflectie? Dat ik teleurgesteld ben in het scherp analyseren van al die verschillende instanties daarnaar hebben gekeken. Want je kunt u dat wil even concretiseren voor ons? Welke instanties heeft u dan over? Ik geloof dat meer dan 10 verschillende instanties naar hebben gekeken. Dus onze eigen mensen hebben naar gekeken. Maar ook de inspectie, ILT, tot aan allerlei certificerende bedrijven, tot aan Lloyds. Dus u zegt eigenlijk, de analyse die gemaakt is door al die partijen die betrokken zijn geweest bij het voortraject. En dan hebben we het over degene die de certificaat heeft afgegeven, Lloyds Nederland. We hebben het over de ILT, uw eigen mensen die ernaar gekeken hebben. Die hebben onvoldoende een goede analyse van tevoren gemaakt. Dat is even uw reflectie hierop. Je kan dat met de kennis van nu, want u vroeg wat mijn analyse was. Dat met de kennis van nu kan je dat vaststellen. Op dat moment wist je dat natuurlijk niet. En wel een van de lessen ervan is dat je dus, want kennelijk is het werkt het certificeringsproces zo dat er één trein wordt opgeleverd en mee wordt getest en wordt geanalyseerd. En wat we later, toen we die treinen van de rails haalden omdat er een veiligheidsincident was geweest, uitvonden, is dat die treinen verschillend eruit zagen. Dus aan de onderkant de leiding, dat we totaal normaal niet gewend zijn, dat de leiding voor persdruk aan de ene kant van de trein lag bij de ene trein, aan de andere kant van de trein van de andere. Dus het was ook een onderhoudbaarheidsprobleem. Ja, nou, één vraag daarover tot slot. U zegt van er zijn verschillen in afwerkkwaliteit gesignaleerd. Maar bent u niet verbaasd dat niet eerder vastgesteld is? Ja. En welke partij had daar, of zegt u, het zijn verschillende partijen geweest, of welke partij had dat nou? Want uiteindelijk hebben we het net erover gehad, er is ook een proefbedrijf geweest, een soort generale repetities onder reizigers. Maar daar is eigenlijk te weinig tijd voor gehad om dat proefbedrijf goed uit te voeren. Had daarin ook niet meer geconstateerd moeten worden? Nou, dat denk ik eigenlijk niet. Ik denk dat de les van dit proces is en waar dat precies ligt, waarom weet ik echt u, niet. Waarom denkt u van niet? Want tijdsdruk speelde een rol. Ja, als gevolg van tijd is dat proefbedrijf niet helemaal uitgerold. We hadden graag veel meer willen testen. En we zijn ook teleurgesteld in de tijd waarin ons uiteindelijk de treinen zijn aangeleverd. Daar hebben we ook een oplossing voor gevonden door de treinen voorlopig af te nemen met behoud van alle rechten en met een hele afwerklijst. Maar komt het, sorry dat ik u onderbreek, maar komt het ook niet door uw eigen deadline die u eigenlijk vastgesteld hebt? December moeten die treinen rijden. Nee, zo heb ik het niet ervaren. Want als dat zo was geweest, dan waren we nooit begonnen met het binnenland te rijden. Dan hadden we dat was namelijk de eerste mitigerende maatregel. Dus er was eigenlijk relatief positieve blik over hoe het uiteindelijk liep. Er waren grote problemen, maar er was wel het taxatie dat het haalbaar was. Maar u zegt ook, we hadden eigenlijk meer tijd moeten hebben om te testen. Gewoon afgesproken en die hebben we niet gekregen. Dus ja, er was voorzien dat we meer zouden kunnen testen, maar je kan geen ijs met handen breken. En als dat een echt probleem was geweest, dan waren we niet begonnen met de treinen rijden in het binnenland. Dus het was in die zin een vraagstuk dat er een oplossing voor was. Maar ook kijkend naar het traject Amsterdam-Rotterdam waren er al behoorlijk signalen. Dat er problemen waren met het materieel.
Nou, we hebben het gehad met elkaar over het proefbedrijf. En uw analyse tot slot is dat u zegt van al die partijen die daarvoor hebben gekeken, die hadden eigenlijk een betere analyse moeten maken, inclusief uw eigen mensen, de ILT, en degene die de certificaat heeft afgegeven. Dat is even u achteraf, uw analyse op het proces. Ja, en ik zou het prijs stellen om hem ook zelf af te mogen maken. Ik denk dat de les is dat we niet een papieren exercitie met elkaar door moeten lopen, maar veel meer zoals ook je verwacht, ik in ieder geval als ingenieur verwacht, dat je ook echt visuele inspectie doet op alle treinen die er worden afgeleverd. En dat is, kennelijk ligt dat niet in de processen vast. Dat is mijn waarneming vanuit mijn rol als eindverantwoordelijke, wat ik ervan kan overzien en zoals ik het zou doen. Maar ik hoor u niet erbij zeggen als een van de lessons learned van voordat we een deadline met elkaar afspreken, laten we dan eerst veel meer zekerheid hebben over de trein, de nieuwe trein. En kijken naar een vertraging van 5 jaar, allerlei problemen, zou je dat natuurlijk ook mee kunnen nemen in die reflectie. Ja, maar dat is natuurlijk zo. Je kan achteraf vaststellen dat dit niet is gelukt. Alleen met de informatie die wij hadden om uiteindelijk een besluit te nemen, wat we maar eens per jaar kunnen doen, omdat je moet aansluiten met die trein, dan kan je niet stil laten staan bij de grens. Dus het moet allemaal netjes met de Belgen worden afgestemd. Dus eens per jaar kan je dat doen. En toen wij de informatie hadden die we ter beschikking hadden in maart om dat besluit te nemen, toen was dat een verstandig besluit en waren er ook voldoende mitigerende maatregelen. En die zijn nog niet ingeroepen. De grootste mitigerende maatregel om het binnenlands vervoer uit te stellen is niet gedaan. Dus eigenlijk vonden wij met z'n allen dat het heel ingewikkeld was, maar wel doenlijk. Ik geef het woord weer aan mevrouw van Torburg. Een van de echt belangrijke aspecten van de parlementaire enquête is dat we dus aan waarheidsvinding doen en dat dat ook voor het publiek te volgen is. Dus daarom pak ik toch even zo'n ingebruikname-advies erbij om ook de mensen te laten zien waar hebben we het nou over. En dan pak ik een ingebruikname-advies van 8 augustus 2012. En dan wordt er geanalyseerd van hoe staan de treinen er nou bij? Kunnen we daar straks mee gaan rijden? En dan lezen wij: op dit moment is een V250-treinstel gemiddeld tussen de 20% en 30% van de tijd inzetbaar. Dat is een te gering percentage om een commercieel acceptabele prestatie te leveren. Dan wordt er beschreven dat het hele voorbereidingsprogramma en het opleidingsprogramma van rijdend personeel in gevaar komt. Dat er grote risico's zijn bij zelfs de uitvoering van een gewenst proefbedrijf. En dan gaat het door over de impact, de materieelproblemen en dat verbetering niet wordt verwacht. En dan pak ik even het ingebruiknameadvies in november. Weet je, we hikken dan tegen die december aan. En dan staat er gewoon vergelijkbare stukken in. Voortgang op het structureel oplossen van materieel issues wordt sinds het ingebruiknameadvies op 8 augustus helemaal niet gezien. Als ik dat dan lees, dan denk ik, hoe kunnen we nou alle ballen op de Vira zetten om in december te gaan rijden, wanneer dit voor ligt? Die vraag zult u moeten stellen aan de mensen die op dat moment die ingebruiknameadviezen lazen en daar ook maatregelen op nemen. Het is voor mij niet fair, ik kende ze niet, om daar nu commentaar op te geven. Maar als ik ze nu voorhaal en u leest 20-30% van de tijd inzetbaar, grote risico's over het proefbedrijf, rijdend personeel is er niet klaar voor, is dan, u geeft een waardevolle analyse hoe je nou moet kijken naar treinen en later, daar komen we allemaal nog op, maar als ik naar dit stukje kijk, is het dan niet tricky business om alle ballen op de Vira te zetten en te denken, we gaan in december rijden? Nogmaals, dat is echt een vraag die de mensen die dat toen hebben afgewogen moeten beantwoorden. Maar ik vraag het aan u, verantwoordelijkheid bij de Nederlandse spoorwegen. Uw verantwoordelijkheid om een trein in de dienst te zetten. Op een bepaald moment gaan we dat doen. Is er niet ook dus reden om aan te nemen dat er moet worden gekeken naar, als wij met elkaar afspreken dat we een dienstregeling gaan doen, dan moeten we weten dat die treinen rijden? Randstad Rail, rings a bell, zou ik denken. Daar hebben we toch eerder gezien dat als je te snel gaat rijden en een proefbedrijf bijna overslaat en nog niet helemaal daarmee klaar bent, dat je dan risico's loopt. Ik begrijp heel goed dat u dat vindt. En ik had die informatie op dat moment niet. En onze mensen hebben daar, want ik heb die ingebruikname adviezen achteraf kunnen lezen toen we de evaluatie deden. En onze mensen schrijven in diezelfde problemen die u daar, want u leest een stuk ervan voor, schrijven ze ook hoe ze het gaan oplossen. En het is unfair om aan mij te vragen, terwijl ik die dingen niet kende, om hier een uitleg voor te geven. Dat vind ik echt, dat ligt voor de mensen die adviezen hebben ontvangen en de afweging hebben gemaakt.
als ik ze zo lees, hebben ze voor al die vragen ook een oplossing gevonden. Dus hebben ze gedaan wat ze hebben gedaan. En ik kan ze dat ook niet kwalijk nemen. Ik lees alleen dat in augustus verbetering niet wordt gezien. En ik lees later dat de definitieve ingebruiknameadviezen nog net zo zorgelijk zijn als in het begin. En dat de commissie hieruit de verbazing krijgt van hoe kan het dan dat je zo'n analyse hebt van je materiaal. En uiteindelijk kies je ervoor om dat toch op de rails te zetten. En dan krijgen we later allerlei problemen. En dan ziet er dan een beetje uit als we wisten het wel, maar we keken daarnaar. En ik blijf aan u zeggen dat onze mensen analyses maakten, oplossingen deden en het niet aan mij is om daar een waardeoordeel over te hebben als ik die stukken niet kende. En vindt u het dan verantwoord om tegelijkertijd de Benelux er helemaal uit te schrappen als terugvaloptie? Nou, dat is natuurlijk één grote les voor ons. Wij hadden ervoor moeten zorgen dat de treinen klaar stonden op het moment. We hebben eigenlijk nooit met de Black Swan rekening gehouden dat die treinen echt moesten stoppen. Heeft HSA nooit tegen u gezegd op enig moment, we moeten een terugvaloptie hebben? Jazeker. Okay. Maar dat ging, jazeker, dat hebben ze zeker gezegd. Maar dat ging erover dat we moesten kijken of dat in de dienstregeling ingepland kon worden. Dat kon niet, want je kan maar één aanvraag doen. Kon het niet of wilde u niet de analyse maken omdat u vond dat het te veel tijd kostte om daarnaar te kijken? Nee, het was precies dat wat u zegt. Het was precies op dat moment niet nodig, want je kon maar één aanvraag. Wat ik bedoel met kon niet is, je kan niet twee aanvragen doen bij Pro. Het is of het een of het ander. En op het moment dat er gevraagd werd om te rekenen aan het alternatief, was er inderdaad, hebben wij gezamenlijk besloten, overigens inclusief HSA, om die rekencapaciteit volop te wijden aan het indienen van een zeer goede dienstregeling die recht doet aan alle reizigers in Nederland. Dat ging helemaal niet alleen over HSA, dat gaat dan over de totale dienstregeling. En er was een nieuwe lijn die erbij kwam, die alles, een derde van de treinen raakte. Dus alle capaciteit was nodig op dat moment om die aanvraag goed te doen. We hebben zelf al aangegeven in onze evaluatie dat we zeker de treinen werkend achter de hand hadden moeten houden. Dat is gewoon een grote les en die trek ik me ook zeer aan. En het tweede is dat we ook de alle andere faciliteiten, de mensen, de uniformen, alles, gewoon warm klaar hadden moeten staan. En dat zal NS niet nog een tweede keer overkomen. Oké, een derde keer eigenlijk. Wat is de tweede keer? Randstadrail. Plannen maar, over het testbedrijf die nog niet klaar waren. Maar mevrouw, dat was niet van NS. Nee, oké, okay, dat is waar. In het vervoer, precies. Mevrouw Bergkamp. Nog steeds. Meneer Meerstad, ik wil nu. U bent al een tijdje nu weg bij de NS en u werkt voor een wijnbedrijf. U heeft teruggekeken waarschijnlijk op deze periode. En ik wil aan u vragen, als u nou terugkijkt, hoe kijkt u naar de relatie tussen NS en de staat in uw periode als directeur? Ja, misschien dat ik eerst even moet aangeven dat het voor mij een hele rare gewaar was. Want ik heb in mei 2012 aan onze Raad van Commissarissen, dus meer dan anderhalf jaar voordat ik wegging, dat ik graag een andere loopbaan zou vervolgen. Ze hebben mij gevraagd om voor continuïteit te zorgen. Dus uiteindelijk is dit in mijn reservetijd gebeurd. En er is ook gezocht naar een opvolger in die tijd. En als ik kijk naar mijn betrokkenheid bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu en daarvoor Verkeer en Waterstaat, dan heb ik er altijd aan gewerkt om te proberen om gezamenlijk vraagstukken op te lossen. En dat is uiteindelijk ook op heel veel punten gelukt. Dus alle problemen die we hadden met het tekort aan materieel hebben we op kunnen lossen. De contractsectorlijnen die aan het hoofdrailnet zijn toegevoegd al in 2002 met de toenmalige directeur-generaal van Egen, allemaal goed met elkaar opgelost. Het was voor mij ook persoonlijk een enorme tegenvaller dat het lang duurde voordat we uiteindelijk ook die modus vonden in het HSA. Vraagstuk. En ik denk dat het ligt in het rotsvast geloof in marktwerking en de betrokken mensen die daarbij waren die die keuze hadden gemaakt. En het is mij opgevallen dat toen uiteindelijk eigenlijk bijna iedereen op nieuwe posities kwam, er een veel constructievere houding kwam van eigenlijk alle partijen. En zo zie ik ook de relatie met, want ik heb eigenlijk, vind ik dat we, ik vond het ook nodig, dus het was een verstoorde relatie toen ik kwam, omdat net de hele Raad van Commissarissen en twee directeuren waren weggaan. Mijn collega Nigelburg en ik waren met z'n tweetjes over. We hebben even een interim president-directeur gehad, toen is Aad gekomen.
En we hebben eigenlijk in die periode alle vraagstukken samen kunnen oplossen. En ook succes gehad. De klanttevredenheid is bijna verdubbeld. Maar u zegt dus, het was een verstoorde relatie toen ik kwam. Maar in mijn tijd zijn er wel allerlei oplossingen gevonden. En is de relatie weer genormaliseerd? Ja, eigenlijk voor alle vraagstukken, behalve voor het HSA-vraagstuk. Dat heeft veel langer geduurd. Ik ben er meteen mee begonnen om deze problemen aan de orde te stellen. Maar er was duidelijk geen vruchtbare bodem om op dat moment tot oplossingen te komen met elkaar. Nee, want we hebben de afgelopen dagen de NS vaak eigenlijk, om het maar even zo te zeggen, de bal bij de staat horen leggen. Bijvoorbeeld over tariefrestrictie, probleem bij de staat gelegd. Idee van opschorting van de materieelbestelling, waar we het net over hadden. Terughoudendheid over het gegeven van die achterliggende cijfers van de business case. De NS wil het superdividend pas uitkeren als een oplossing is voor HSA. Dus heel vaak legt de NS als staatsbedrijf de bal bij de staat. Vindt u dat nou een logische opstelling als je geredeneert vanuit het bedrijfsbelang van de NS? Ik kan uw conclusie niet delen, want u zegt dat de tariefrestrictie goed is voor NS. Dat was een half stuk ervan. Het was ook goed voor reizigers. Dus het was ook in het belang van reizigers dat ze een minder hoog prijskaartje konden bepalen. Ik heb u ook aangegeven dat de bestelling van de trein niet in het kritieke pad van de aflevering kwam, dat het taxatie is gemaakt door HSA, dat dat kon en dat het verstandig was om risico's te reduceren. Dus ik kan uw conclusie gewoon niet delen. Nou ja, ik zie dus dat als het gaat om die relatie, dat dan de NS een totaal andere visie heeft op wat goed is voor het bedrijf, voor de reiziger, dan blijkbaar de staat. Want daar heeft u dus continu verschil van mening over. Ik weet niet of u die scène kent van Monty Python, The Argument. Waar mensen continu I'm not, yes, you. De hele tijd dat men het niet eens is met elkaar. En daar moet ik dan de hele tijd aan denken als ik de verhalen van de afgelopen tijd hoor. En als ik dan vraag naar de relatie tussen de NS en de staat, moeten we die dan als zo'n discussie zien? Of heeft u daar toch een ander beeld bij? Nee, ik ken het betreffende fragment niet, hoewel ik wel een liefhebber ben. Ik heb het eigenlijk samengevat dat het eigenlijk op alle fronten goed ging. En ook echt voorwaarts goed voor de reiziger. En dat het hier heel lang duurde voordat we echt wezenlijk met elkaar in gesprek kwamen. Hoe komt dat dan volgens u? Dat het dan op allerlei terreinen gaat het goed, maar bij HSL, als het gaat om het beoogde vervoer, hoge snelheidsvervoer, waarom daar niet? Ik denk dat de hele compartimentering, dus van alles nieuw, nieuwe treinen, nieuw beveiligingssysteem, nieuwe botseisen, ook een nieuwe manier van samenwerken, dat het ons geweldig in de weg heeft gezeten. Er was ook een rotsvast geloof in marktdenken. Ik denk dat het gewoon niet verstandig is met een spoorbedrijf. En ik denk dat dit een laatste vraagstuk was, waar het voor nodig was, wat ik dus net gaf, dat er een nieuwe generatie aantrad die uiteindelijk zei, ja, wij willen met elkaar dit vraagstuk oplossen. Dus uw verklaring voor die hele stroeve verstandhouding tussen de staat en NS is, omdat daar tot een bepaalde tijd mensen zaten die heel erg geloofden in marktwerking, en u als bedrijf niet? Is dat, moet ik dat zo begrijpen? Ja, en door die hele aparte aanbesteding krijg je ook een hele nieuwe contractvorm met allerlei ingewikkelde regels erin en met allemaal afspraken met elkaar, allemaal juridificering voor iets wat artificieel uit elkaar is getrokken en wat natuurlijk bij elkaar hoort. Je kan niet infrastructuur goed testen als je geen treinen hebt. Je kan niet goed hand in hand samenwerken als de staat uiteindelijk de specificatie moet aanleveren, maar dan afhankelijk is van 4 of 5 partijen die allemaal een stukje aanhouden, met wie ze allemaal een aparte relatie hebben. Zo hebben we het nooit gedaan en zo gaat het ook nooit lukken. Want de NS is een staatsbedrijf, 100% een eigendom van de staat. Het blijft dus ons wel verbazen dat je hebt allemaal hetzelfde belang, goed vervoer, snel vervoer, betaalbaar vervoer. Dat je dan zoveel tijd en energie kwijt bent met dit soort gedoe. Ja, heb ik ook als zeer frustrerend ervaren. En ik ben er zelf onderdeel van. U bent er onderdeel van, maar u wijt dat dus aan het marktwerkingsdenken en vervolgens alle ingewikkelde constructies die daarop bedacht zijn om maar een markt te creëren. Dat is uw verklaring. Het heeft ook geen enkel ander land gedaan. Hè? Dus het is ook een erg grote alleingang van Nederland geweest hier. En ik zou ook onze reizigers en Nederland toewensen dat we dit verstandiger doen in de toekomst. En het is ook een grote les voor ons, hè. Want ook wij hebben daar onze rol in, of tenminste NS, ik werk er inmiddels niet meer. Maar ook wij hebben onze rol daarin te spelen. Maar moeten NS en de staat dan nog dichter op elkaar zitten? Ik heb ooit eens in een kantlijn van de heer Zalm horen zien schrijven, de NS moeten stoppen met bedrijfjes spelen. Wat moet er dan anders?
Ik heb meneer Zalm horen spreken over de Ivoren Toren, maar hier is hij wel heel inconsistent, vinden we ook niet? Want hij was toch juist de grote gelover in bedrijfsspelen? Nee, maar hij bedoelde daar volgens mij dat hij moest een bedrijf zijn en dat hij vond het niet zakelijk wat de NS deed. Dat zou u aan hem moeten vragen. Maar als ik het zo lees, bedrijfjes spelen is nou precies wat er gevraagd werd. Bedrijfjes spelen? Gewoon je bedrijfsmatig gedrag. En overigens is het heel goed voor NS om als bedrijf te worden aangestuurd. Maar dit soort uit elkaar trekken van dingen die inherent bij elkaar horen in een nieuw systeem. Maar dan zijn er dus twee verschillende belangen. U zegt het is goed als de NS gedragend als een bedrijf. Zich zo opstelt in al die onderhandelingen die we de afgelopen weken hebben gezien. Dat klopt dus. U zegt dat als wij bedrijf moeten spelen, dan moeten we ook zo hard erin gaan, bepaalde cijfers niet geven en op die manier ook met de staat omgaan. Ik bestrijd uw conclusie dat we bepaalde cijfers niet hebben gegeven. De cijfers waren beschikbaar voor de staat. En de staat heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via een derde te toetsen. Dat is één. En dit antwoord geeft precies aan over wat er gebeurt als je alles in subcontractjes probeert vast te leggen. Dan wordt het gewoon niet productief. Maar u zegt, dat is dus allemaal. De marktwerking is het begin van de ellende. Vervolgens inderdaad die hele ingewikkelde zaken waardoor je hoge transactiekosten krijgt. Maar in het buitenland wilt u wel marktwerking. In Nederland dus niet. Ik heb u aangegeven dat bij dit project waar zoveel nieuwe gegevens. Er was nog helemaal nergens een werkend ERTMS-systeem. Niet. Er was de verwachting dat het werkend zou worden. En dat is uiteindelijk gespecificeerd. Er was nergens de verplichting om dit aan te besteden. Er is gewoon gekozen om dat te gaan doen. En dat is naar mijn idee niet verstandig geweest. En ook voor ons geldt dat wij, hier voor NS geldt, dat we hier een grote les van hebben geleerd. Wij moeten alles doen wat we kunnen om zo integraal mogelijk aan te besteden. En daar hoort bij dat je ook het gesprek voert, hoe gaan we om met schaarse infrastructuur? Hoe zorgen we dat we voor reizigers met zo min mogelijk investeringen zo groot mogelijke klanttevredenheid geven? En overigens lukte dat goed op het hoofdrailnet. Had NS zich nou ook anders kunnen opstellen? Wat ik al zei, die contractvorm maakte het juridisch niet te doen om op een andere manier hiermee om te gaan. Dus u was eigenlijk juridisch gedwongen om zich zo, om u zo hard op te stellen, op de manier waarop u gedaan heeft, omdat het nu eenmaal in het contract stond. Als u dus misschien wat toegevelijker was geweest of misschien wat meer geld had gepompt in HSA, dat kon dus juridisch niet, zegt u? Nee, je moet daar enorm mee oppassen, omdat de staat altijd aangaf, er staan nog twee partijen in de wachtkamer, die kijken met argusogen mee. Ze moeten heel erg oppassen met wat we doen. En dat is ook telkens de reden geweest waarom er is gezegd, wij bewegen niet totdat we moeten. Maar u zegt dus, de NS had zich niet anders kunnen opstellen. De hele randvoorwaarden van het contract waren zoals ze waren en wij hebben ons precies daaraan gehouden. En dat is eigenlijk al het antwoord op uw vraag. Ik had dat liever niet zo gehad. En ik heb ook in de gesprekken die we hadden met de directeur Spoor, met de directeur-generaal en met de minister telkens aangegeven, kunnen we niet een weg vinden met elkaar om dit productiever met elkaar te doen. Daar zijn ook natuurlijk bewijs voor, 10 keer pogingen voor gedaan. En telkens is ook gezegd van, kunt u ons dan deze informatie geven? Dan gaven we het ook, dus bijvoorbeeld elasticiteitscijfers, een totaal nieuw opgebouwde business case op basis van de cijfers van die er in het originele bod waren gedaan. Al die dingen zijn gegeven. Er was uiteindelijk gewoon geen mogelijkheid en aan beide kanten ook kennelijk onvoldoende wil om dat gezamenlijke bruggetje te vinden. Dus heel veel pogingen. Maar u zegt dus, de NS had zich niet anders kunnen gedragen. Jawel, zoals en dat heeft de NS ook gedaan, want we hebben telkens geprobeerd om met elkaar iets te vinden waarop dit mogelijk was. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. U zegt, we hebben het wel geprobeerd, het is niet gelukt, maar dat ligt aan de opstelling van de staat. Nee, dat kan je nooit eenduidig bij de een neerleggen. Natuurlijk niet. We hebben gezamenlijk, dat zeg ik ook, gezamenlijk die brug niet gevonden. Want daar heb je twee mensen voor nodig om een brug tussen twee walletjes te maken. En dat is ons gezamenlijk niet gelukt. En ik snap het ook, omdat het zo gejuridificeerd was, dat het ook heel ingewikkeld was om dat te doen zonder dat die twee partijen die er in de wachtkamer stonden tekort zouden worden gedaan. Want het was gewoon voor gekozen om het in concurrentie aan te besteden en dit is de consequentie. Je wordt enorm op je vingers gekeken en dat is ook waarom de directeur Spoor zei wat die zijn. De directeur Spoor? Zei van, ik ga niet bewegen tot we wel moeten. Dat lag dus aan. De Veeman zei gisteren hierin dat hij niet geslaagd was om die relatie te normaliseren.
Vindt u dat u wel bent daarin wel bent geslaagd? Ja, op alle dossiers werkte dat en was het ook heel productief. Hier ben ik het helemaal met mijn voorganger eens. Hier is het ons niet gelukt. Op en waar de twee vechten, hebben de twee schuld. Dus wij ook. Dank u wel. Voorzitter. Het zou de mooie slotwoorden zijn, maar ik heb toch nog twee vragen. Ja. Want we zoomen al even in op de positie van de staat. En de staat is natuurlijk aan de ene kant de concessieverlener en aan de andere kant de aandeelhouder. Kunt u uw licht ook over die twee rollen laten schijnen? Maakt het nou moeilijk of makkelijk voor de NS om op zo'n manier het bedrijf te zijn en de publieke nutsfunctie uit te voeren? Ik heb dat meegemaakt, dat het wisselde. Hè. Het was eerst allebei bij het ministerie van Verkeer, het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat. En wij vonden het zuiver dat die rollen uit elkaar werden gehaald. En wij vonden ook het ministerie van Financiën een goede aandeelhouder. Dus die keek gewoon echt als een aandeelhouder. Namelijk, wat is het rendement wat ik krijg? Wat zijn de investeringen die het bedrijf doet? En die keurde dus ook grote zaken goed. Wij zijn dus langs geweest bij de minister van Financiën als wij grote bestellingen deden. Dat is zo'n enorme commitment dat je dat ook aan de aandeelhouder wil laten weten. Dat is uiteindelijk het geld waar de aandeelhouder recht op heeft. En de concessie is heel zuiver, wordt door het ministerie van, de huidige ministerie van INM, verleend. Dus die rollen zijn eigenlijk minder vermengd met elkaar geraakt. En wij hebben dat ervaren als een professionalisatie. Maar kan daar het risico in sluipen van verdeel en heers? Want een concessieverlening en betalingen, als dat hoger gaat, is misschien het dividend wat minder. En dan heeft de ander daar weer last van. Het kan ook een spel worden. Wij hebben het niet zo ervaren. En als we het al ervaren zouden hebben, zou het eigenlijk daarvoor zijn. Want toen kon het ministerie van Verkeer en Waterstaat de hoed opzetten van de concessieverlening. En als het daar niet lukte, dan zetten ze een ander hoedje op. En zeiden ze, als aandeelhouder willen we dit. En eigenlijk vind ik de rol verdelen zoals die nu is zuiverder. Okay. Dan rest mij nog één vraag. In dit dossier heeft u lange tijd een belangrijke rol vervuld. Zijn u berichten geworden of heeft u signalen gekregen van onregelmatigheden? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Dat is een kernachtig antwoord waarmee we dit verhoor kunnen sluiten. Dank u wel.